Hallo allemaal! Nou, daar zijn we dan live Among Us spelen. En als het goed is het nu live en gaat het goed. Ja. Iedereen is nu ook gelijk stil. Yes, je hoort ze niet omdat ik het uit heb gezet. Oké. Nou, ik zet hem eventjes aan, want ik zit nu met een heleboel mensen hier zo. Ik zit met Jamila, ik zit met Onedi, ik zit met Joost Speelt Spellen, Kitten DIY, Sarah Dol van TikTok. En we gaan, ja, nog een paar mensen. Ik zal ze even allemaal gaan voorstellen, maar zal ik hem ook even opstarten. Dan kunnen ze zelf ook wat zeggen. Maar als het goed is, gaat hij zo goed. Ik krijg allemaal ja, jee. Oké. Hallo. Nou, ik zit hier dus met, hier is Dionne, Onedi, en hier is Jamila, Hallo. Die is een heel schattig beertje. Hi. Hier hebben we Adinda, Kitta DIY. Je bent wel echt mooi zwart vandaag. En Sarah, ja. Sarah Dol, die staat hier. Woehoe. We hebben Joost Speelt Spellen en zijn vriendin Nikki, die staan hier beneden. Heel lief, als een stelletje bij elkaar. Wat heb jij een schattig robotje trouwens? Die wil ik ook. So cute. Dit is Jessie, dat is het vriendje van... Waar ben je? Van Adinda, van Kitta, hier zo. En hierachter zit verstopt... Meli, de zus van Jamila. En Hallo. Haar vriendje die ook verstopt zit. Hoi. Oh, jullie zijn allemaal zo schattig, zo allemaal stelletjes bij elkaar. Nou, wij gaan hier wel als lonely people ga dan hier zo staan, oh, hoor. Jongen. Nee. Oh, cute. Nou, we gaan met z'n allen... de derde wiel. Ja, wij hangen hier wel zo met elkaar. Ja. Nou, wij gaan met z'n allen Among Us spelen. Voor de eerste keer dat we het ook live gaan doen. Dus ik hoop dat alles goed gaat. Hebben we er zin in? Ja! Super veel zin in. Geef me nog wel even 20 seconden om alles aan te zetten hier. Ja, ik geef je nog even 20 seconden. In de tussentijd gaat Jamila het ook filmen voor haar eigen kanaal. En daar komt de video over, ik denk, volgende week woensdag. Ik heb geen idee, ik weet het niet. Ik denk het hij wel. Hij komt ooit een keer ergens online. Ja. Okay. En Dionne is het ook aan het streamen op Twitch. Dus daar kan je het ook mee kijken als je het leuk vindt. Leuke spelers wordt er al geroepen. Ja, hè? Iedereen zit de hele tijd op Joost. Van Joost heeft ze allemaal gebald. Oh. Wat, hallo? Dit is heel raar. Iedereen vindt het raar dat Joost de enige jongen is. Nick, bescherm. Nee, hij is niet de enige jongen. We hebben hier Rob, die zit er ook. Hoe is hij de enige jongen? Ik wou net zeggen, wat is dit nou? Jongens. Joost heeft blijkbaar gebald. Oh, nou ja, dat kan. Oh mijn god. Ja, leuk, Jamila. Oh, dat mag ik meedoen. Waar is Rick? Rick, die zit hier. Kijk, kom daar even weinig. Kijk, in het kleine. Je ziet trouwens nu al die namen en dan ook al die dingen, maar dat zie je zo meteen. Ziet dat er gewoon goed uit. Nou, als jullie zo ver zijn, dan geef maar een geel en dan ga ik hem starten. Nou, ik probeer Crack erin te joinen. Mijn grote vriend, maar... Hij wil niet. Oh, ik zal het wel even vertellen. Yes. Voordat mensen zo... Dat bedoel ik. Ik hoor kon niks meer vertellen. Dat is Jamila de bot. Die zit hier ook bij. Want die neemt alle audiosporen apart op. Zodat ze het goed kan gebruiken Waarom voor de video. Kan ik no recording. No recording, zegt hij dan. Dus als je dat er af en toe doorheen hoort. Dat is Jamila de vriend van vandaag. Aan op, joh. Ja? We zijn wel matching, hè, Joost? Yes! Joost, ik hoop dat je meteen een poster bent. Ja, ik hoop het niet, want ik vind het sowieso nog spannend. Ik heb al helemaal zweethanden van al het live gaan en regelen en hopen dat het goed gaat. Laat me nog maar even geen imposter worden. Ja, zijn we klaar voor? Gaan we dan starten? Ik hoop me al te graag van je ogen. Oké, vergeet niet je audio te muten. Ready! Oh, spannend! Oké, hij gaat! Laten we weer lekker blunderen! Nee, we gaan heel goed ons best doen. Succes! Succes. Oké, ik ben nog even geen imposter. Daar ben ik heel blij om. Oké, nou, ik denk dat de meeste van jullie dit spel wel kennen. En zo niet, dan wordt het heel snel duidelijk. Er zijn twee mensen die imposter zijn. Die kunnen killen. Nou, ik ben het op dit moment niet. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik het overleef. Dat is het eigenlijk. Hé, hey, die ging in één keer verrassend oké. Ik moet natuurlijk ook opletten. Niet dat ik de hele tijd alleen maar ga zitten kletsen. Ja, en dan zit je te Want Joost is niet te vertrouwen, hè? Die is echt, ik heb laatst met Joost gespeeld, maar dan weet ik wel dat ik hier in ieder geval moet opletten. Ik zie hier Dionne voorbij komen. Wat gaat ze doen? Jamila die zit hierboven met Joost. Jamila vertrouw ik ook nooit in het spel, dus ik ga snel weg. Oké, het wordt drukker hier. Maar dat was snel. Oh, Saar! Oh, nou, dat was snel. Saar. Waar heb je dat gevonden? Sorry. Moet die kaart er weer even. Die kaart moet ik er weer even. Hebben we een kaart? Kaart.
Moet ik hem doorsturen? Kaart! Ja. Stuur hem even door. Hij lag, zeg maar, het eerste kamertje rechts van de cafetaria. Wat is dat ook alweer? Weapons. Weapons. Oh, rechts. Oh. Wow. Weapons. Ja, weapons is dat. Ja, weapons. Weapons. Oh. Heb je iemand gezien? Nee, ik kwam eigenlijk van linksonder. Dus ik ben daar eigenlijk heel snel... Ja, ik zag je. In storage zag ik je, onder ik electrical. Ik heb verder niemand gezien. En iemand vanuit navigation? Want die kan gevent zijn. Ik wou letterlijk zeggen van, je bent wel heel snel weapons, want je stond bij mij in electrical, maar toen was ik vergeten dat we heel snel, we hebben 1.5 player speed. Dus dan kan legit dat wel redden. Ja, precies. We hebben hem iets hoger staan. Nou, in ieder geval, ik was in electrical met Jamila en met Joost. Ja. En ik heb inderdaad Dionne voorbij zien komen lopen onder electrical. Ja. Die ging naar boven toe. En voor de rest heb ik nog niemand gezien. Oké, dus voor deze ronde skip naar niks zien gaan vanuit de LP. Ja, voor deze ronde skip ik hier niet echt iets mee. Ik heb met Rubik's Cube, als ik het goed zeg, heb Rob mee gedaan. Ja, sowieso. Nicky is safe. Nicky is safe. Ja, Nicky is safe. En Rob ook? Ja. Oké. Oké. De Cube was in weapons, toch? Ja, hij was in weapons. Ja. Nou, goed. Ja, of Nicky en Rob zijn samen imposters, hè? Dan doen ze nu dat ze elkaar safe hebben gezien, maar niemand heeft gezien. Dus gaan ze wel even een beetje in de gaten houden. Ik vind trouwens deze loopspeed echt super langzaam. Want ik zet hem normaal gesproken echt altijd veel hoger. Op 2. En hij staat nu op 1,5, geloof ik. Of 1,25 ter compensatie, want ze wilden hem eigenlijk op 1, maar dat vond ik te langzaam. Oké, even kijken. Jessie is hier, Adinda is hier, Jamila is hier. Oh, hier zijn er heel veel. Maar geen... Is dit Nicky? Is dit Nicky? Ja, wel Nicky. Oké, Nicky en Meli. Oké, nou, ik heb hier allemaal taken. Ik moet ook al wat gaan doen. Jongens, ik ben nog een beetje aan het ronddwalen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en dat jullie het ook een beetje allemaal kunnen volgen zo. Kijk, hier heb je security. Nou, ik denk dat de meeste mensen die dit nu kijken het spel wel weten, toch? Oeh, Meli komt eraan. Oh. Oh, nee, Jamila. Oh, en Nicky ook. Rubik's Cube, waar kwam jij vandaan? Ik kwam uit waar je kaartje moet swipen, hoe noem je dat? Admin. En daarna heb ik trash gedaan in de cafeteria. Ja, oké, maar je bent gewoon direct vanuit admin richting trash gelopen in de cafeteria? Yes. Oké, er lag een body in cafeteria, maar helemaal links bij de ingang van Matt B. daar. Wie lag daar? Lag daar Jamila of lag daar Nicky? Volgens mij was dat Saar. Oh, nee, Saar is al dood. Volgens mij was dat... Volgens mij was Cookie Girl. Ja, Jamila. Ja, want ik zag Nicky voor de laatste keer in Communication, daar beneden. Ja. En daar was ze met Meli. Ja. En ze is nu dood. En ik zag jou nu naar mij toe komen rennen, bij security. Wat kwam je door? Waar was jij? Bij security? Ja, ik was bij security. En Meli die kwam net naar me toe. Ik heb ook trash gedaan. Ik heb trash gedaan, maar ik heb Rob niet gezien. Waar heb je trash gedaan? Boven of beneden? Beneden. Maar ja, oké, maar Rob deed boven de cafeteria. Boven. Ja. Oh, oké. Hadden Rob toch gekleerd? Dat is alsnog zus. Nou ja, Nicky had Rob gekleerd, maar dat was voor de vorige kill. Hè. Dat was maar één kill gevallen. Stel Rob was de imposter, hoeft hij niet per se die kill gemaakt te hebben. Het kan wel zo zijn dat hij nu wel Nicky heeft gekild, omdat ze net ook samen waren, maar lijkt me niet slim. Maar Meli, wat was jij aan het doen? Rob en ik waren in ieder geval de enige in cafeteria toen ik de body vond. Maar hij lag op best wel een obvious plek, dus ik denk niet dat hij heel lang er al ligt. Nou, ik was zeg maar, ik was inderdaad al beneden in komst, maar ik was die download data aan het doen, dus ik wilde eigenlijk naar admin gaan om te uploaden. Oké. Ja, als ik Rob moet geloven en die zegt die is van admin direct naar boven gelopen, snap ik het dat hij die body niet heeft gezien. Ja. Maar het is wel, onthoud wel dat Rob was daar gewoon zijn ding aan doen. Ik vond daar die body best wel suspicious. Ja, oké, nou ik skip hem voor nu, maar ik vind Meli nog steeds het meest verdacht. En Meli en Rob zijn wel vaker samen imposters, op een of andere manier. Dus ik hou ze in de gaten. Wie denken jullie dat het is? Iemand denkt Joost? Ja. Saltar is dus de zus van Jamila, dat is Meli. Ik vind haar ook verdacht. Ik ga er even een beetje in de gaten houden. Kijk, want die Rob ook. Ik heb het idee dat Rob, dat is het vriendje van Meli, dat zij met z'n tweetjes...
Dus de... dingen zijn. Adinda is er ook bij. Maar ik wil niet dood. Ik ga niet in mijn allereerste stream meteen dood. Dat kan toch niet? Ik moet winnen. Ah, Adinda is er. Ik weet niet of ik haar moet vertrouwen. Ik vertrouw nooit iemand in dit spel. Ik vind echt altijd iedereen eng. Ah, Rob. Nou, Dionne is het volgens mij niet. Maar ik ken haar speelstijl nog niet zo heel erg goed. Maar ze is de hele tijd zo lekker aan het ronddwalen dat ik niet het idee heb dat zij dat is. Oké, ik heb trash. Dus ik kan het zo meteen even aan iemand laten zien. Dan weet ze in ieder geval dat ik safe ben. Dus die bewaar ik nog eventjes. Zodat ik die zo meteen kan gebruiken. Daar is nu ook niemand. Maar ik moet naar Electrical. En daar ga ik altijd dood. Dus ik doe even een beetje voorzichtig hier. Want er is niemand. Dat is meestal niet... Oh... In met B. Oké. Oké, daar ben ik nog helemaal niet eens geweest. Ik was met Jones in Cams. Ik zat op Cams. Ik zag Dionne met B inlopen eerder. Daar kom ik helemaal niet vandaan. Dat is echt niet waar. Nee, ik heb Dionne ook gezien in Shield. Helemaal aan de andere kant. Ja, maar je bent een tijdje geleden ben je wel met B in geweest. Toen zag ik je met B inlopen toen weer uit. Maar dat was echt... Ik zat een goede 5 minuten op Cams. En jij bent de enige in met B geweest in de tijd dat ik op Cams zat. Nee, ik ben echt letterlijk... Dat is wel duidelijk. Nee, ik ben echt 2 seconden in en uit. Het was echt niet eens... Ik ben niet eens binnen geweest. Het was echt in en uit. Nee, dat klopt. Ik zeg ook niet dat je er lang was. Je bent er wel in en uit geweest. Maar als Maar dat was echt een fractie van een seconde. Ik zou nooit een kill kunnen hebben gemaakt. Oké, maar... Het zou ook... Ik was daar alleen gaan kijken. Joost, wat was jij aan het doen? En er zit een vent in security. Ja, dat klopt. Kitta, waar lag de boeien? Lag je een beetje bovenin of helemaal onderin? Helemaal onderin, bij het schermpje. Dion is inderdaad in en out geweest. Dus als zij beweert dat ze hem niet gekillt heeft, dat kan ik geloven. Maar tegelijk, ja, dan zou het een fankill moeten zijn. Ik zag wel iemand uit security rennen op het laatste. Dat was volgens mij Saltare. Als ik je naam goed uitspreek. Ja, zeker. Maar ik ging kijken op de camera, maar toen dacht ik dat jij keek. En toen ging ik dat doen in Reactor links. Oké. Heb je gezien toch? Ja, ik zag je wel daar lopen. Ik zag je ook die testen in een reactor. Maar voor mijn gevoel kwam je in 1 security uitlopen. Ik denk, hoe kan dat nou? Maar misschien dat ik net even niet goed op te letten. Dus, I don't know. Maar in mijn optiek was Dion als enigste in met B. Maar het is heel goed mogelijk dat iemand gevent heeft. Ja, maar heb jij je iets gezien dan, Dionne? Of ben jij überhaupt niet tegen met B geweest? Op cams, ik kan me niet eens herinneren. Ik heb heel even naar binnen gekeken en ben eruit gegaan. Maar ik ben niet eens die drempel overgegaan, volgens mij. Dus het was echt letterlijk in en uit. Dus ik zou nooit een kill kunnen hebben gemaakt. We zitten nu nog met 2 imposters. Yep. Het is heel verstandig om nu iemand eruit te stemmen. Want als we dat niet doen, dan is het een 1 double kill en dan is het spel weer klaar. Maar wie stemmen we dan? Stemmen we dan? Want als je de fout iemand stemt, dan is het 1 kill. Het is paars en anders is het Joost. Nou, ik heb wel de hele game op cams gezeten. Ik heb groen gestemd. Dus, nee, er gaat niemand uit. Nee, ik heb de hele game op games gezeten. Ik snap niet waarom jullie op mij stemmen, maar dat is goed. Ja, ik vind Joost wel een beetje verdacht hoor. Ik weet niet wat jullie vinden, maar ik vind hem wel een klein beetje verdacht. Hij speelt altijd wel goed, ja. Ja, hij speelt altijd wel heel goed. En hij weet ook altijd heel goed hoe die mensen moet framen. Ja, ik bewaar deze nog steeds als ik mezelf echt moet bewijzen. Maar ik ben nu nog niet heel erg verdacht, dus ik bewaar hem nog eventjes. Maar je hebt toch een visual task stonden uit, toch? Ja, maar die trash heb je wel. Slim. Ja, zoals je zei, we moeten echt iemand eruit stemmen. Yes. Oké, nou wie gaan we stemmen dan? Want ik heb zelf het idee dat het Joost zou kunnen zijn. Ja. Waarom denk je dat? Ja, ik ook. Ja, omdat jij best wel goed speelt. Ja, heel goed. En dit breng je ook best wel goed. Dus daarom, we willen je er gewoon uit hebben, Joost. Ik ben meteen naar security gerend en ik heb daar een tijdje op de camera's gezeten totdat de body werd gevonden. Dus als jullie hadden dat kunnen zien als jullie naar de camera's keken, want dan brandde het ook. Ik keek naar de camera's. Ja, maar we kunnen niet altijd naar de camera's kijken, want daarom is het ook zo'n perfecte alibi om te zeggen, ik was altijd op camera's. Ja, precies. Ja, en ik denk dat het Dionne sowieso niet is. Want ik zou echt sowieso het is sowieso Joost, en als het Joost niet is, dan is het ook sowieso paars. Ja, dat is wel... Vergeet vooral niet dat er 2 imposters zijn. Dus als jullie mij eruit stemmen en onder die en 1 van ons beiden is het niet, dan zijn jullie alsnog de Sjaak, want dan hebben jullie verloren, want er zit nog steeds 1 imposter in. Ja. Maar verder hebben we ook echt geen idee, want de imposters zou ook Meli en Rob kunnen zijn nog steeds. Dus dan gaan we gewoon maar snijpen, denk ik. Kijk, ik denk dat ik jullie niet kan overtuigen. Ik zeg gewoon wat ik gezien heb.
Ik zag, de enige persoon voor mij was onder die in Medbay is geweest toen de kill daar gevonden was. Ik heb verder niemand gezien. Ik ben er niet echt in geweest. Oh, het enige moment dat ik van camps ben afgeweest is toen Kreatchik eventjes bij mij kwam en toen op Rector ging tasken. Dat is het enige moment dat ik van camps ben afgeweest. Ik ben dus helemaal niet Medbay echt in geweest. Ik keek letterlijk even in en ik ben direct weggelopen. Dus ik vind het ook vreemd dat Joost mij daarvan beschuldigt dat ik echt in die kamer ben geweest. Hij weet heel goed wat hij gezien heeft, neem ik aan. Dus daarom ga ik op Joost. Ja, dat doe ik ook dan. Ik vind het heel lastig. Oké, we moeten wel. Sorry, Joost. Succes met de laatste twee imposters zoeken. Dank je. Ja, en we weten dus nu ook niet of Joost nou een imposter was of niet, want dat hebben we uitgezet. Normaal zie je dat hier zo in beeld staan, maar dat hebben we dus ook uitgezet. Ik heb echt geen idee. Het zou eigenlijk iedereen kunnen zijn. Ik vind eigenlijk ook iedereen verdacht. Ik ben een beetje bang dat we nu Joost eruit hebben gestemd, terwijl Joost dus een crewmate was. Maar goed, we zullen het zo zien. Soms is het zo overduidelijk wie het is en soms heb ik echt geen idee. Maar ik vertrouw Rob en Meli sowieso nog steeds niet. Dus ik blijf wel een beetje bij Adinda, want ik heb het idee dat zij wel safe is. Kijk, oh shit, we zitten ook op. Kom Adinda, als jij wel safe... Nee, ik zit opgesloten, nee. Ik weet het niet. Oh, Meli en... Oh jeetje. Die een kill maken en geloofde hem niet. Oh man. Eerlijk hè, ik heb die kill niet gemaakt. Nee, ik heb die kill echt niet gemaakt. Toch wel hè, ik had al zo'n vermoeden dat je het was. Ja, jongen, Kreatchik zat zo op een goede spoor en toen kwam Adinda ineens er tussendoor van, ja maar wacht even, waar was jij? Die dan ook, dat ik Tente jij nou security in of niet? Nou, ik vent security in, zeker weten. Maar jij had dus gekilled in Medbay, Meli? Ja, en toen vent ik aan security en toen zag ik hem bij Ken. Toen dacht ik van, oh hij kan toch niet zien dat ik gevent heb. Dus ik dacht van, oh, ga ik maar gewoon even bij Ken staan. Ja, netjes gedaan. Jij security in. Ja, dat klopt. Ja, ik zag het ook al, want ik zag dus op camps ineens iemand uit security lopen, terwijl ik daar de hele tijd in mijn eentje zat. Denk, hey, hoe kan dat nou? Maar ik had zoiets in mijn hoofd van, ja, misschien keek ik gewoon niet goed. Nou, jou vertrouw ik dus ook niet meer. Ja, Joost, ik hoorde aan je stem dat je een beetje geïrriteerd was van, come on. Ja. Oh, dat is sorry, altijd met dit spel. Je wordt de hele tijd in twijfel gebracht. Joop. Ja, zeker als je met mensen speelt waar je nog nooit mee gespeeld hebt. Dan is het ook altijd anders, hè? Je daadwerkelijk kan gaan schreeuwen tegen elkaar. Ik probeer het nog mild aan te pakken. Normaal is dat hij op zijn stoel te schreeuwen. Ja. Oké, nou, gaan we er nog een keer voor? Ik ga weer starten. Let's go. Oké, sorry, ik zal dit keer naar je luisteren, Joost. Tenzij je de imposter bent. Dan luister ik niet. Ik zou niet altijd naar me luisteren. Hij is misschien te goed. Ja. Dat is een regel. Ik ben nooit de imposter. Oh, oké. Dat heb ik ook altijd. Kijk, zie, want ik ben weer niet... Even kijken of ik gemute ben. Ja, ik ben gemute. Ik ben weer niet de imposter. Ik ben echt soms gewoon de hele avond niet de imposter. En ik vind het zo leuk om de imposter te zijn. Dus ook wel spannend, maar ook wel heel leuk. Dus ik hoop dat ik zo meteen het nogal kan zijn. En dan zal je zien dat ik echt super slecht ben. En dat ze me meteen doorhebben. Maar dat zien we dan wel weer. Oké, nou, ik ben hier in ieder geval een beetje met Nikki en met Dionne weer. Maar Dionne vertrouw ik nu niet meer. En ik was nog wel verder op aan het komen, omdat ik dacht van, nou, ze is hier zo onschuldig aan het rondlopen. Volgens mij is er helemaal niks aan de hand. Maar goed, ik had dus naar Joost moeten luisteren. Oké, nou, ze zijn allebei al helemaal gedaan. Jamila is hier, die vertrouw ik ook nooit. Maar het helpt wel. Als je wat vaker hebt gespeeld met dezelfde mensen, dan begin je uiteindelijk wel een beetje te horen wanneer ze liegen en wanneer niet, zeg maar. Dat maakt het iets makkelijker. Oh. Oké. Waar was de woody? Oh, sorry. Weer Saar. Ik heb nog geen woord mogen zeggen. Ah, nee, dit is vet zielig. Sorry, Saar. Oh, goshie. Saar doet ook mee. Ze is heel leuk met Saar. Sorry, Kretchik en Cookie Girl. Ja, met z'n allen. We zijn met z'n drie imposters. Oké, duidelijk. Ja, sorry van onze crewmates. Hey, Jessie, waar heb je Saar gevonden? Het was rechtsboven in cafeteria. Oh, weer in cafeteria. We hebben een cafeteria killer vandaag. Oké, ik zag... Dionne? Ik zag Joost en Kretchik allebei van die kant komen. Hmm.
Ja, ik was bij O2. Ik zit nou in Lower Engine. Ja, volgens mij waren we allemaal daar, want die O2-melding ging af. Dus het is denk ik daartussen gebeurd. Ik was toen naar beneden en ik was met Jamila. Jamila liep weer terug naar boven toe. En ik ging toen vanuit daar... weet niet. Ik zat ook intussen naar mijn stream te kletsen. Nou, dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet waar ik heen liep. Zeg je dat je vanuit beneden kwam? Nee, in O2 was ik. Ja, waar was je daarvoor? Daarvoor? Weet ik veel. Vanaf het begin. Die meldingen gingen toch al vrij snel. Nee. Ik was eerst een admin bij de auto. En toen zijn we met z'n allen naar boven gelopen. Alina, Kitta en ik waren in auto. Ja, daar zag ik jullie toch ook? Ja, jij kwam er heel laat pas bij. Toen het maar ik heb geen body nog gezien. En jij ging daarna naar boven, Jamila. Wat ging jij daarboven doen dan? Want je hebt niet gemeld. En je bent wel naar boven gelopen. Ik was samen met Fubuki. Hij had het gemeld. Dat klopt. We hadden hem tegelijkertijd gevonden. Wow. En de deur was dicht. Dus, waar kwam je vandaan? Zeg het nou. Nou, ik weet het niet gewoon. Vanuit de cafeteria gelopen, maar ik ben het niet. Ik heb trouwens een trash, dus jullie kunnen met me meelopen. Ja. Wel heel toevallig zo dat je Ja, maar weet. Ik heb trash, dus mag ik het weer zeggen? Loop met me mee! Ik heb trash, dan kan ik het laten zien. Ik vertrouw het. Nee, ik zweer het je. Loop maar met me mee. Ik skip hem voor nu, maar ik hou wel van Jamila in de gaten. Staan visuals aan? Nee, maar wel trash kan je alsnog doen. En met basecan ook. En weapons ook. Er klopt hier iets niet. Want ik ben niet imposter. Jullie kunnen dat zien. Ik ben het niet. En de deuren waren ook open. Want ik liep hier gewoon doorheen. Kijk, kom maar met me mee. Kijk, ik heb trash. Ik heb helemaal geen trash. Oh jawel, ik heb wel trash. Zou je net zien dat ik dit heb gezegd? Dat ik het heb? Ja, ik wil wel dat er meer mensen komen kijken dan alleen Meli en Jamila. Oké, helaas, ik moet het doen met Meli en Jamila. En dan zijn zij zo met z'n tweeën de imposter, weet je. Dan heb ik niks. Zie, ik ben het niet. Ja, oh, Fubuki. Jou vertrouw ik niet. Ik vertrouw Jamila en Fubuki niet. Oké, nou, ik heb het gedaan. Ik ga hier snel weg. Kijk, Rob die loopt hier richting Jamila en Fubuki. Ja, ik denk zelf dat Jessie het is en dat Jamila het is. Want over het algemeen, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dat is een beetje Jamila de speelwijze. Over het moment dat zij de imposter is, word ik altijd geframed. En het is blijkbaar het makkelijkste om mij te pakken of zo. Maar dan doet ze het ook wel goed. Want iedereen denkt ook echt altijd dat ik het ben. En ik weet nooit wat ik dan moet zeggen, want ik ben nooit zo heel goed in dat liegen. Maar ik doe mijn best. Jamila ook niet trouwens hoor. Volgens mij vindt iedereen altijd lastig aan dit spel. Oké, nou ik heb nog een met-based scan, dus ik kan zo meteen nog wat laten zien als ik echt in de problemen zit. Ik ben wel een beetje aan het dwalen trouwens, maar dat komt ook omdat ik met alles tegelijkertijd bezig ben. Acht, vier, drie, vier, zeven. Het is niet dat ik dagelijks stream. Wie is Jessie? Jessie is dus Fubuki, dat is lichtblauw. En Tinda die loopt hier nu naar beneden. Dat is dus Meli die weer voorbij komt. Ik ga eens even kijken of ik ergens al een body kan vinden. Waarschijnlijk weer een electrical. Ah, Jamila. En Jessie. Jessie en Adinda zitten daar, oké? Dus als Adinda dood is, dan is het Jessie. Ik ga even kijken. Oh, ze zijn allemaal weg. Ah, Jamila komt achter me aan. Nee! Nee, Jamila komt achter me aan. Ah! Ik ga echt niet electrical in. Dan ga ik echt zo erg dood. Oh! Nee! Nee! Oh! Ik zag... Nou ja, jullie zagen het ook. Ik zag Joost die door de vent heen gaan. En ik wilde echt dus super snel die kant op gaan rennen. Om nu dan te gaan reporten dat Joost het was. Engine. Nee! Wacht even. Wow. Ik heb een vraagje. Wacht. Fubuki, dus heb jij trash gedaan? En het is ook niet Fubuki. Ja, stond ernaar te kijken. Het is Adinda, Kitta. Ik heb het niet open zien gaan. Nee, we hebben een visual task. Oké, nou, ik ben zo dood. Dat kunnen wij het niet horen. Staan ze dus wel aan? Maar Joost... Ja, Sergej heeft... wel zien namelijk. Huh? Oh. Nee. Dat het geglitcht is. Wil Marissa aan de andere kant zitten? Vinden jullie het vervelend? Ja, ik heb die van deze kant gezien. Moet ik hem even plaatsen? Maar ik dacht inderdaad dat ze uitstonden. Even kijken hoe het moet hoor, want Rick die is je kan je even... Dan staan ze aangezet. Maar ik heb in ieder geval trash gedaan. Oké, ja, van jezelf kan je het inderdaad wel zien. Even
even kijken. Ja, dan weet ik het ook niet. Nou, gelukkig kreeg ik ook een Beatrix veilig is. Is dat beter? Ja, maar dat, daar hebben we nu niks aan, want nu is het dood. Oh, ik zat niet beter. Iemand zei dat, of ik aan de andere kant zou zitten. Oké, waar is het, want ik hoorde het niet. Nee, moet ik hem weer hier zetten? Op je mobiel zit de chat daar. Oh, zo. En waar was... Maar waar was jij, Joost? Ik zie wel, zeg maar, daar is een brand toegemaakt. Ik zag Joost door het luik gaan. Storage, ik had, zeg, oh, je hebt dat meegekeken? Ja. Oké, okay, ging niet via boven of via beneden? En ik was echt zo ervan overtuigd dat je Mila het was. Ik was echt aan het vluchten voor haar. Uiteindelijk had ik toen in de lower engine de olie gevuld. En ik was hem nu weer aan het vullen bij storage. Dus ik moest daarna naar de upper engine toe. Nee, dat klopt niet. Want je moet altijd boven beginnen. Is dat zo? Ja. Oh, nee, ik heb hem wel onder eerst gedaan, dus misschien... Nee, huh? Wat? Nee, hè? Joost en Pita zijn het, ja. Iedereen weet het nu. Ze hebben het echt gezien. Ik zag Joost gewoon vent en ik denk... Nou, volgens mij hebben we nog... We hebben zeker weten twee imposters, dus we moeten er echt iemand uitdrukken. Dus ik stem op Joost. Sorry, Joost. Hij is heel stil. Ja, ik stem ook op mezelf. Nee, nee, nee. Oh, hij stemt op zichzelf, zegt hij. Oh nee. Oh. Ja, ik wist legit niet dat je eerst boven moest doen en dan onder. Ik had zoiets van, dat maakt niet zoveel uit, dat is random. Maar... Wel goed opgemerkt van Meli. Ja, Oh jeetje, wat grappig. Oké, okay, nou, ik heb nog wat taakjes, dus ik ga in de tussentijd wel gewoon mijn taken afmaken. En hopelijk helpt het nog iets, mocht Adinda niet gepakt worden. Ik had nu net niet heel erg op zitten letten. En ik vertrouwde Nikki niet, zegt iemand. Ik vertrouw niemand in dit spel. Het is echt heel erg. Dat is ook een van de redenen waarom Rick het ook niet wil spelen. Nee. Omdat wij elkaar straks dan misschien niet meer gaan vertrouwen of zo, weet je wel. Of tegen elkaar moeten liegen. Okay. Ik vertrouw je nu al niet. Nee. Deze duurt altijd zo lang. Als ik deze taak heb, dan vind ik dat echt zo erg niet fijn. Zeker omdat je zo weinig kan zien. En hij duurt echt heel erg lang. Maar je ziet ook bijna niks. Je ziet niet wat er om je heen gebeurt of zo. Ik ga altijd dood als ik dit ding aan het doen ben. Maar ik ben nu al spook, dus dan maakt het niet meer uit. Dus even kijken of iemand hier nog wat zegt eigenlijk. Nee. We zijn hele lieve, stille spookjes met elkaar. Oké, lower engine moet ik nog doen. En dan heb ik nog één fixed wiring. En dan heb ik in ieder geval al mijn taken gedaan. En deze, hier waar ik dood ging. Oh. Soms ook wel eens dat ik ben gestorven en dan vindt gewoon niemand mijn body. Dan lig ik hier. En dan loopt iedereen de hele tijd gewoon zo. En dan zit ik hier maar als spookje. Ik lig hier dood te wezen. Niemand ziet mij. En dan reporten ze uiteindelijk een andere body. En in plaats van die van mij, dan hebben ze me gewoon nooit gevonden. Weet ze gewoon nooit waar ik was geweest. Vooral in die andere map heb je dat heel erg. Ze zijn hier met z'n allen aan het verzamelen. Ja. Spookjes verzamelen. Ja, maar iedereen wil natuurlijk weten wat Adinda gaat doen. Ik ben ook benieuwd. Ik heb mijn taken gedaan. Dus we gaan mooi eventjes Kitta volgen. Adinda. En dan kijken wie ze gaat killen. Oh, ze heeft gewoon haar eigen vriendje al doodgemaakt. Ik denk Adinda. Oh. Hallo? Ja. Hallo? Wacht even. Ja. Want zaten wij nou opgesloten, Jamila? Ja, we zaten opgesloten samen met Adinda in Electrical. En ja, maar jij bent de laatste die binnen was gekomen. Ja, en de reden waarom ik... omdat ik mijn taak aan het doen was. En toen gingen de lichten uit, toen liep Meli weg, toen raakte ik er kwijt. En ik dacht dat zij de andere kant op was gegaan. Dus ik ben weer teruggerend. En toen dacht ik, oh ja, ze gaat natuurlijk naar Electrical om de lichten uit te doen. En toen was jij er ineens. Rick heeft niet een broer die Jasper heet. Wat zeg je? Dat ze de lichten aan gaat doen. Ja, dat bedoel ik. Was je nou ook die fuel ding aan het doen? Ja, die viool puntjes. Dat door, lijntje hoor. Dat je zeg maar moet balanceren op, helemaal in het midden. Oh, dat. Oké. Ja. Oké, de reden waarom ik dus Meli niet verdenk is omdat jij Joost eruit hebt gekikt. En ik ben er vrij zeker van dat hij het was, want hij heeft het toegegeven. En ik was de meeste tijd met jou, Meli. Dus, ja, het moet ja, maar jullie zijn elkaar kwijtgeraakt. Ja, maar... Ik denk dat het ook voor is. Nou, het is sowieso Kitta. Ja, ik heb want ze heeft mij gedood. Okay. Ja. En Joost stond erbij, die zag door een vent in de deur dicht. Dus toen was het een beetje verkeerd Kitta getimed. Zijn. Dus het moet één van jullie twee zijn. Ja, natuurlijk omdat ik het niet ben. Mag ik weer meedoen? Nou, we gaan het zien. Nu heb ik jullie om te even te kletsen, maar normaal zit ik soms gewoon echt een kwartier zo. Te wachten, dan mag ik niks zeggen.
Oh my god, we have best. Oh. Yay! Yay! So close. Goed gedaan. Nice. Goed gevonden. Ik ga even naar de wc, is dat goed? Oh ja, nu even pauze. Even naar de wc. Be right back. Ja, rustig aan. Oh, nu kan ik snel paars claimen. Laten jullie maar met mijn chat. Oh ja, je paars is snel geclaimd, Dionne. Oh, ik zat echt helemaal op het verkeerde spoor. Want ik had echt het idee dat Jamila echt niet te vertrouwen was. En ik vind echt niemand te vertrouwen. Maar ik had niet door dat Joost en Adinda het waren. Joost, ik zag jou trouwens bij security door het luik heen gaan. Dus ik dacht meteen, dit ga ik zeggen. Ik ga op de knop rammen. Ja, ik expres omdat Kita in de buurt was. ik dacht echt, ik heb je. En ik wilde er vandoor. En toen ging ik echt hartstikke dood. Ik kreeg echt een zware kogel door mijn hoofd. Dankzij Kita. Het is annoying dat ik mezelf versprak met het upper en zijn lower engine. Want ik dacht echt van, oké, jullie zitten allemaal massaal op Jamila. Prima, laat ik haar gewoon leven. En dan ga ik gewoon een beetje iedereen killen om haar heen. Mm-hmm. Alleen ja, dat upper en zijn lower engine, ja, dat wist ik echt niet. Ik dacht, ik heb dat nog nooit een keer iemand horen zeggen. Nee, ik speelde echt bijna elke avond, dus ik vind het wonderbaarlijk. Nou, hoor je dat, Meli? Stik die maar in je zak. Maar we hadden wel een hele mooie double kill. Ja, wat een hele mooie dubbelkill. Bij In the Reactor was dat. Oh, echt waar? Zeker. Ik was aan het twijfelen van, oké, gaat ze een dubbelkill meemaken of gaat ze paniekeren of zo? Ik denk, ik doe het gewoon. Kijk wat er gebeurt. Ik stond er echt van, gaan we doen? Ja. Gaan we doen? En het worked. Maar het was gewoon zo lullig, want ik was echt gewoon lekker bezig met mijn allereerste test. Ik denk, oké, dit keer ga ik niet gelijk dood. En ja hoor, gewoon die eerste keer. Je hebt echt wel hamper mogen spelen. Mensen in cafeteria, killen kom je er echt het makkelijkst mee weg. Dus niemand komt daar. Oké, we houden hem erin. Als ik zo imposter ben, ga ik als eerste Saro killen. En dan aan het eind van de avond, was leuk dat je meedeed, Saar. Was echt heel gezellig. Oh nee, dat is zielig. Wacht maar, als Saar straks imposter is, dan zijn we er echt allemaal geweest. Vorige keer was je heel vaak imposter, hè, Saar? Dat is zeker waar. Maar gisteren speelde ik weer, toen was ik gewoon echt letterlijk gewoon geen één keer imposter. Nee, dat had ik toch de afgelopen keren steeds? Ja, precies. Like, dat is zo typisch. Like, of je bent het super vaak, of gewoon echt nooit voor mijn gevoel. Zo, ik ben er weer. Hallo, welkom terug. Hallo. Lekker geplast. Hallo. Heerlijk, oh nee, het was echt een oranje opluchting. Nu. Ja, heerlijk. Goed hè? Zo. Fantastisch. Ik kan niet wachten op een nieuw potje. Je bent ook helemaal van kleur veranderd sinds dat je naar de wc bent geweest. Ja, op mijn volgende plas. Ja, ik ben oranje geworden. Ja, joh. Iemand heeft mijn kleur. Nou ja, weet je, paars en oranje, dat vloekt echt als een tyfus, maar dat doet ook wel wat. Er is ook nog wit of zwart. Huh? Er is ook nog wit of zwart. Wit of zo? Nah, maar dat doen we niet hoor. Nee, je bent wel lekker Holland. Dat doen we niet hoor. Zwart is wel een beetje, wit is ook zo boring. Nee, laat hem gewoon oranje, staat leuk. Maar ziet ik ben er gezond blij, uit. Zo. Goed ik kleurtje. Ik ben blij met mijn skin. Ja, nou. Oké, ik ga hem weer aanzetten. Is iedereen er klaar voor? Moet er nog iemand plassen? Moet nog eventjes de camera aanzetten. Ja, rustig aan. Ik heb al zin in een nieuw potje. De stem komt terug. Niet? Ja, dat denk ik ook. Ik zit ook te wachten op die streamlabs. Op die Greg. No recording. Dat is mooi, toch? We hebben begonnen. Kom, Joost, doe hem even de No recording. I see, Joost, de stem is echt exact hetzelfde. Zet er echo aan, Joost. Kom op. Ik ben vanaf nu Craig. Ja. Is Craig. Goed. Oké. Nou, Greg, ik vind je nu al zus. Ik ben ready. Oké, ik start hem. Succes weer. Succes. Nee, dat kroontje dat zit er soms gewoon tussen, maar soms ook niet. En iemand vraagt van, dat kroontje moet je kopen. Oh, ik ben samen met Saar. Oh, even snel kijken of ik niet gemute was. Oké, jongens, ik vind imposter zijn echt super spannend. Dus ik hoop dat het goed gaat. En ik heb hele scherpe mensen uitgenodigd in deze game vanavond. En die letten echt goed op. Dus ik moet wel een beetje mijn best doen. Ik heb geen plan. Laat ik dat voorop zetten. Ik ga gewoon even hier een beetje doen alsof ik hier een beetje taakjes aan het doen ben. Ik ben gewoon heel onschuldig, niks aan de hand. En we gaan weg. Oké, ik ga eventjes naar hier. Oké, ik vind dat zo spannend om imposter te zijn. Ik krijg echt altijd helemaal hartkloppingen van. En vooral als ik uiteindelijk ook moet gaan zitten liegen en zo, dat is niet zo fijn. Oké, en ik heb nog geen plan. En ik raak nu in paniek. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga met Saar mee.
Zwaar, wat gaan we doen? Ik vind het spannend. Ik weet niet wat ik moet doen. Oké, ik ga hier snel weg voordat ze me gaat killen. Oké, ik ga eventjes hier even wat saboteren of zo. En doe even hierin lopen. Oh, daar is al iemand. Ik durf niet te killen. Want dan moet ik zo meteen... Oh. Saar! Saar! Niet! Oh! Nee. Oh! Oh! Maar ze leeft nog, joh. Wie is dit? Oh, bij O2 dan zag ik dus Saar. Dat is bij O2, ja. Ja, dat zag ik. Oh. En ik zag ook... Ja, en ze is niet in één keer dood. Dat is ook suspicious. Ja, dat is inderdaad wel een beetje verdacht. Nee, ik was investigation. Ik kwam... Vanuit Electrical, toen ben ik doorgegaan naar Navigation om daar die taak te doen met dat raketje. En toen ging ik raketje. Door en toen lag... Lichtblauw lag daar. Oh ja, nadat Jesse. Je hem vermoord hebt, ja. Nee, ik heb hem niet vermoord. Jawel. En Adinda, wat heb je ook in de buurt, toch? Ja, want O2 ging af. Ik ging naar die bovenste in O2. En ik zie Saar Fubuki killen. En zelfreporten. Dat is echt niet waar. Dat is wel waar. Luister, ik ging hier letterfixen en dat was daar. Dus waarschijnlijk heb je het gewoon zelf gedaan. Ik heb het niet zelf gedaan. Er is geen idee. Was er iemand bij? Iemand die iets gezien heeft of zo? Jij zag me nog lopen. Jamie, jij zag me nog was er iemand bij Saar of bij Adinda in de buurt? Maar als je ik kwam letterlijk in aan. Volgens mij kwam Rhea Chick daar ook vandaan. Want ik heb... haar wel samen met Fubuki zien lopen. Wie is dat precies? Nee, Jesse. Ja, ik ben die O2-dingen gaan doen. Ik was bij jou en jij ging toen weer weg. Oh, daar onderin bij admin. En daarna ben ik naar boven gelopen, maar toen was hij al klaar. Dus toen ben ik weer omgekeerd en weer teruggegaan. Maar ik heb Saar eigenlijk helemaal niet gezien. En Adinda ook niet. Dus daarom zeg ik, is er iemand geweest die toevallig bij ze in de buurt was? Nou, ik zat op cams. Nee, ik kwam van linksboven. Saar, Fubuki, Kreachik en Kitta daar lopen. Dus dat is alles wat ik zag op cams. Het is sowieso een auto. Kitta is letterlijk alle schuld op mij. Wie zag je als laatste lopen, Joost? Nou ja, toen O2 afging ben ik weggelopen, dus... Oké, maar eigenlijk, als het niet Saar is, dan is het toch Adinda? Ja, maar dat lukt dus niet. Ik denk Saar, want dat doen we nu. Andere, toch? Kitta heeft dit wel eerder gedaan en toen vertrouwde haar niet. Dus ik vertrouw haar dit keer. Dank je. Dat is lief. Nou, laten we het hopen. Ik haar meteen eruit. Waar is haar eruit, inderdaad? Oké, dit is al een beetje shit, want ik zit nu helemaal in mijn eentje. Ik mag nu in mijn eentje dit gaan doen. En ik vind het spannend. Het is eigenlijk echt zo'n super stom spelletje, maar ik vind het echt altijd zo ontzettend spannend om dit te doen. Adinda komt daar uit met B, die heeft mij gezien. Ik ga wel naar Electrical, eens even kijken of daar iemand is. Oeh, Nikki gaat nu naar Electrical. Even kijken of ze alleen is. Nope. Nee, laat ik die maar niet killen, dat is niet verstandig. Ik ga hier weg. Zij blijven wel heel veel bij elkaar. Dat is wel heel moeilijk om dan te killen. Echt wel heel schattig, zo'n stelletje dat lekker bij elkaar zo rondloopt. Oké, ik ga eventjes iemand killen, jongens. Snel weg hier. Oké, ik wil niet dat ze die kant op gaan. Dus ik wil dat ze heel graag eventjes deze kant op gaan. Dat ze niet meteen alweer die body vinden. Anders moet ik weer gaan zitten liegen dat ik het ben. Niet ben. Oh, jongens, ik raak helemaal in de stress hiervan. Nou, Adinda is het niet. Nee, dat was nou, dat niet. Dan was het, goed zaten dan met Saar. Was het zeker wel Saar. Ja. Waar lag de body op? Dicht bij de reactor. Okay. Reactor, oké. Okay. Waar is de reactor ook alweer? Helemaal links. Helemaal links. Ja, onder het is natuurlijk heel simpel links iemand te killen en naar rechts te callen. Dus oké, maar even. Onder die liep ze naar Mad Bay en ze danste zo rondjes om die scan. En toen ging omdat ik het niet begreep. Ik heb die scan nog nooit gedaan, want je moet blijkbaar op zo'n apart knopje rechts op use klikken. Dat wist ik nog niet. Dus, dit is echt de eerste keer dat ik die scan deed.
Ja, met die knopjes en die tubes bedoel je? Nou ja, je staat dan op zo'n plateau. En dan, dan moet je op use, die scan inderdaad, dan moet je op use klikken. Maar ik zat de hele tijd te klikken op het plaatje zelf. Want meestal als je een test doet, dan klik je op het plaatje zelf. Oh, ik wist niet dat je op use moest klikken, dus ik stond daar inderdaad een tijdje te kutten. Vooruit. Kijk, ik denk dat het meest logisch is dat die kill gemaakt is en daarna O2 gekald, want dan gaat iedereen naar rechts. Ja. Toen ik zat boven in cafeteria samen met Kreatjik Wires te doen, linksbovenin. Mm-hmm. En klopt, ik heb Joost gezien. Toen gekald werd, toen kwam Saltare vanuit het links lopen, vanuit Upper Engine Madbase. Ik ben benieuwd wat die daar deed. Saltare? Geen zus. Gewoon vragen. Nee. Kijk. Ik ging dus naar onder die kijken. Want wat de fuck was aan het doen? Toen, ja, maar wat deed jij daar? Want jij stond daar ook niks te doen. Omdat ik al klaar ben. Ik ben klaar met mijn task. Oh, oké. Okay. Dus al. Ik dacht van, oké, even kijken of er bodies zijn. Dus ik wil even naar Red Bay kijken of er bodies zijn. Dus zag ik onder die. Mm-hmm. Toen ging dat O2 af. En toen zag ik Rob zo helemaal naar links lopen. Toen dacht ik, waarom ga je niet naar rechts? Rob loopt het meest links. Het zou ook heel goed kunnen dat Rob een zelfreport doet nu. Dat is echt het domste self-report ever. Ja, dat zou ook wel weer waar zijn. Ja, maar ja, als er verder niemand links is. We kunnen nu gewoon vragen waar iedereen was. Ik weet niet van onder die Saltaren waar die waren van kregen. Ik wil gewoon weten wie er allemaal wel bij O2 waren. Jongens, wat gaan we nu stemmen? Ik ben daar niet geweest. Skippen maar. Volgens mij was er maar iemand links. Maar Rob, waarom liep jij links? Liep je naar links? Oh, mag ik niet zeggen, sorry. Nou ja, bodies vinden daar is wel een logische plek, dus dat snap ik wel. Maar als er verder niemand links was. Dan is er niet heel veel... Ja. Oké. Dit ging best oké. Ze hebben nog echt niet door dat ik het was. Maar goed, ik laat Rob lekker in leven, want Rob is echt verdacht. En Meli is ook verdacht, dus die laat ik ook lekker in leven. Zodat ik hoop dat ik daar de hele tijd een beetje... achter kan verschuilen, om het zo maar te zeggen. Nee, ik ben hier wat aan het doen, jongens. Ik heb echt nog even geen idee. Ik heb hartkloppingen, dat wil je niet weten. Ik ben altijd zo gestrest als ik dit stomme spel aan het spelen ben. Ik zie Jamila daar trouwens naar communications gaan. Onedidi gaat hier nu naar binnen, dus ik ga even... dit doen. Ik doe het zelf wel, want anders ben ik te verdacht. Kijk, ze zitten me wel een beetje in de gaten te houden. En terecht. Ik ga je weg. Ik doe net alsof ik hem heel eng vind. Ik denk dat ik Jamila eventjes dood moet gaan maken. Maar ik kan de deuren niet dicht doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Help. Ja. Oké, dat is één. Is hier iemand? Ik sta hier dit te doen. Ik moet hier snel wegwezen trouwens, want anders weten ze meteen dat ik het was. Oké, next. Shit. Zij zijn volgens mij nu de hele tijd hier allemaal bij elkaar gebleven. Dus als er nu iemand niet komt, dan weet ze dat ik het ben. Ik denk niet dat het me gaat lukken. En dat ik deze ga winnen in mijn eentje als we hier allemaal gaan blijven staan. Kijk, Joost ging weg. Okay. Nikki lag op de vent in electrical. Dat was het. Oké, kijk. Daar heb ik een hele mooie Rob? Ja. Joost. Maar het was op de vent. Dus ik gok ergens vanuit security of medbay gevent. Ik denk dus dat het Kreatjik is. Waarom? Omdat Kreatjik letterlijk voor de electrical box stond. Ja. En daarna ging de elektriciteit uit. En zij liep meteen naar die box toe om het te fixen. Ja, ik was daar ook. Ik stond er net binnen. Ja, maar waarom stond je daar stil? Je stond er letterlijk niks te doen en toen ging electricity uit. Ik was aan het kijken of er niet iemand was, want ik ga altijd dood in electrical direct daarachter. Ja. Dus ik ben altijd een beetje voorzichtig daar. Dan doe je dat toch niet stilstaand? Jawel, dan ga ik altijd even checken of er niet iemand om het hoekje komt. Hé, maar eventjes, wij stonden net even allemaal met z'n allen bij elkaar in een cafeteria en de enige die wegging was Joost. Van links. Nee, Joost ging weg. Waar ging je naartoe?
Nou, we waren dus met z'n allen daar, behalve één persoon. Nee, twee personen. Cookie en Nikki. Dat waren de enige twee die er niet waren. Nee, maar dus Joost kan ik dacht het, bij mezelf... Joost kan het niet gedaan hebben. Dat nee, is veel te ik kan kort. Het ook niet gedaan hebben. Want ik ben helemaal niet in electrical geweest toen die kill werd gemaakt. Nou, ik dacht dus dit. Ik ging naar cafeteria. Iedereen was er, behalve Nikki. Dus ik ging ja, op zoek naar Nikki. Cookie was er ook niet. En daarom ja, ging ik weg. Daar. En ik daar ging ben op admin ik. Kijken. Ben ik. Oh, jij bent Cookie, sorry. Ja, ja. Jou kwam er tegen in admin. En toen zag ik dus op admin dat er iemand in electrical was. Dus toen wilde ik naar electrical lopen. En daar lag Nikki dus. Ja. En toen was Jamila al in electrical. Nou ja, Jamila was een admin toen ik er tegenkwam. Ik weet niet of zij in electrical geweest is. Zij liep wel voor nee, me. Ik was niet in electrical geweest. Ik denk dat dit een zelfimport is. Ja, dat denk ik zo. Dit is de laatste persoon die ons joined in cafeteria. Nee, niet... Zelfreport. Ik denk eigenlijk ook niet dat Jamila het is. Maar wie was de laatste persoon die ons joined in cafeteria? Want het zou heel goed kunnen dat hij gewoon gekild is op electrical, gevent is naar Mad Bay en dan aansloot. Ja, dat dacht ik dus. Is er iemand cafeteria? Vanaf links Want naar cafeteria gegaan? Ik, Saltare en Robix waren het langst in cafeteria. Van iedereen. Okay, Onne die kwam ik later. Kreeg kwam ook later. Oké, het is Cat, Cookie Girl. Eén van de twee. Ja, of Onne die de hele tijd tegen mij zegt self-report. Ja, maar ik ben het niet. Oké, okay, nou succes. Bye. Ik denk eigenlijk niet dat Jamila het was, jongens. Ik denk wel dat ze het was. Ja, ik heb ze ook denken nu gezet. Dat ik het ben. Ah, shit. Oké. Okay. Oh. Nou, ik ben er nog mee weggekomen. Sorry, Jamila. Het spijt me dat ik je heb doodgemaakt. Maar ik weet nu niet zo goed wat ik moet doen. En ze gaan hier nu allemaal blijven staan, jongens. Dat snap je zelf ook wel. Want, ja. Shit. Wat we ook kunnen doen, de taskmeter is echt praktisch vol. Ik weet niet wie er nog een task moet doen. Wie moet er nog task doen? Ik snap dat ook niet. Ja, ik heb al mijn taken gedaan. Ik ben nog wel twee rondes klaar. Maar ja, ik ook. Same. ja, dat kan niet. Dus een spookje nog. Dan of zo. Ik stem tussendoor wel gewoon even op CreaCheck trouwens. Ik ook. Waarom? Ik ga niet dezelfde discussie voeren als net. Onnedie, ga je ook op CreaCheck? Ja. Ik denk dat het wel een safe vote is nu. Ja. Oké, okay, nou, dus ik hoef me niet eens meer te verdedigen. Nee, dat is niet nodig. Okay. Nee, oké, okay, dan stem ik ook wel op mezelf. Ach, Goshi. Ja, als jullie allemaal op mij stemmen, dan ben ik er sowieso uit. Doei. Oh my god. Oh, poor me. Oh. Maar jullie hadden het goed hoor. Yeah. Het was het oh, ik heb helemaal zweethandjes. Ik vind nog dat ik het lang had volgehouden, want mijn vriendinnetje was er heel snel uit. Again, Saar. Het spijt me zo. Ik dacht echt dat ik een geniaal plan had. Ik dacht, oké, die emergency button gaat af. Ik ga naar O2 en daar vermoord iemand. En dan doe ik net alsof ik dat ding wil fixen. En dan dus de body report. Maar ik was dus super dom dat Cams aanstond. En dat had ik dus niet door. Dus oh my god. Nou, het was sowieso niet handig. Lopen. Nee, en ik deed ook dat O2-alarm. Terwijl jij daar net iemand aan het killen was. Dus dat was ook niet het meest handige ever. Maar ik was dus meteen in mijn eentje. En ik dacht echt, oh nee. En ik wist op het einde ook niet meer hoe ik het moest doen, want jullie bleven ook maar constant bij elkaar. Sorry, Nikki, dat ik je zomaar op het ventkoud achterliet. Het spijt me. Oh. Super zielig. Ja. En nog Jamila geframed ook. Oh, sorry, jongens, ik heb weer helemaal hartkloppingen ervan. Thanks a lot. Het spijt me. Nou, goed gedaan. Ik wist gewoon dat ik zou sterven het gebeurde. Oh, ja, maar ik vind het wel zo leuk dat Saar er al meer als eerste uit was. Ik probeerde je nog te beschermen, Nikki. Ja. Nou, helaas, mocht niet baten. Okay. Ja, en ik stond echt die scan te doen en te hannissen met dat ding. Ja. Dus echt, nou, dat was wel leuk. Okay, nou, je hebt dus daaronder in een knopje, use. Ik ben al maar daar had je best wel door. Ja, ik kan je op klikken. Wat zei jij nou vorige keer, Rob? Dat je ook op spatie, inderdaad, dat werkt ook. Dat moet ik ook echt even doen. Ja, en als je op tab drukt, dan kan je die taken open en dichtgooien. Oh, kijk, dat is handig. Ja, en MQ is killen, hè? Ja, grappig. Ik gebruik altijd E voor taken. Ik doe alles met mijn muis, denk ik. Ik doe ook alles met mijn muis. Ik ben nog in E de noob-modus. Ik gebruik alles met muis. Ja. Ik gebruik wel A, S, W, D en zo. Dat ik vind ik al heel wat. Ik open de taken met E, maar de taak moet je uitvoeren met je muis. Ja, dat is waar. Ja, dus dan moet je alsnog je muis gebruiken. Dus maakt ook niks uit. Oké, nou, ik start hem weer. Ja, succes! Succes! En Saar, blijf leven, hè? I'm trying! You can do it, girl! Joost, laat me dit keer niet alleen.
Oké. Niet nog een keer, gelukkig. Ik krijg daar echt altijd zo de stress van. Maar ik krijg sowieso de stress van dit spel. Dus we gaan het ook tot een uurtje of 10 ongeveer streamen. Want daarna moet ik echt stoppen, anders dan slaap ik niet meer. Want ik lig dan... Wow, hij ging in één keer goed. Normaal gesproken doe ik die echt al 10 keer. En dan nog steeds wil die niet. Oké, Saar is hier. Ah! Saar en Jesse zijn er allebei naar binnen gegaan. Waarom staat Saar hier zo te gluren? Of vertrouwt ze Jesse niet? Ah, ik wil hier weg. Voordat ik opgestoten word. Jamila gaat naar binnen. Iedereen gaat altijd in het begin dood in Electrical. Dus ik hou het altijd even een klein beetje in de gaten. Jamila doet daar heel eng. Zie je haar eng doen? Ah! Ik ga Jamila volgen. Oeh, nee, ik ga hier snel weg. Ah! I don't trust nobody. Oké, ik heb een submit scan trouwens in MedBay, dus dat is handig. Dan kan ik die zo meteen gebruiken. Wie denken jullie dat het is trouwens? Nee, ah, oeh, weg. Ik ga even naar O toe. Oh, huh? Zag je dat? Jesse die stond hier voor, de deuren die gingen dicht en Jesse die plopte nog snel naar de andere kant. Oh, wie is dat? It's not me this time. Oh. Oh. Saar leeft nog. Yay. Hoe dan? Wat goed. Ja, het is de eerste ronde overleefd. Heb je iets gezien? Ik heb niks gezien. Ik kwam naar Navigation voor een task en toen zag ik de body daar liggen. Kwam je van onder of van boven? Ik kwam echt van helemaal van rechts van de map via weapons. Als ik van boven dus. Het was echt heel raar. Ik zag jou namelijk in cafeteria door naar weapons gaan. Alleen de deuren die gingen echt voor jouw neus dicht. En toen plopte je nog door die deuren heen of zo. Ja, dat is een issue met Among Us. Ja, hè? Het is gewoon een... gewoon lag. Toen ik in het begin van het spel naar MedBay ging... Ja. Toen ik naar MedBay ging, zag ik Jamila gewoon daar staan. Ik zag Jamila heel spastisch doen in Electric. Ik had die knopjes, want ik zat te wachten daarop, maar dat duurde toch iets langer. Maar je was in Electrical, was je ook echt heel spastisch aan het doen. Echt heel het heen en weer aan het rennen en zo middenin. En toen ben ik ook van je bed. Ik wil gewoon niet de hele tijd met één iemand in één ding zitten. Nee, dat snap ik. Nee, ja, dat vind ik ook altijd eng. Ik vond jou ook eng, dus daarom ging ik wegrennen. Ik vind jou helemaal eng. Nee, ik ben lief, ik ben niet eng. Dus maar, fair enough, ik heb je wel aan de linkerkant van de map gezien, dus... Ik moet nog één ding zeggen, wat waarschijnlijk unrelated is voor deze kill. Maar ik zag wel, onder die zag ik de bovenste engine alignen. Maar de onderste, die heeft ze niet gedaan. Dat was er wel Want daar liep iemand en ik was de hele tijd bang dat ik gekilled werd. Nee, ik zag Jesse wel bij lower engine ook nog. Ja, lower engine heb ik wel gedaan. Want ik moest allebei alignen. En de bovenste en onderste heb ik allebei gedaan. Maar ik zag, onder die zag ik moet ze ook allebei doen. Doen. Maar de onderste niet doen. Maar ik heb Maar dat doe ik wel vaker, omdat er dan iemand was. Ik was Jamila nog in cafeteria trouwens toen Jesse naar rechts ging. En volgens mij kwam ze van Electrical. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, Jesse, heb jij iemand zus of niet? Ik heb geen. Ik vind Jamila zus. Ik vind Jesse nu zus. Twee voor mij. Wat? Altijd op Joost. Nee, maar dit slaat nergens op. Sorry. Dat ik het raar vond. Dat is het enige wat ik zeg. Arme Joost. Oh, Nikki, waarom loop je zo achter me aan? Oké, ik heb in ieder geval ook weer trash, dus dat is ook handig. Dan kan ik die ook zo meteen laten zien. Oké, ik zie Joost en Fubuki deze kant. Of en Joost, ik zeg wel Joost. Ah, Jamila. Nikki en Fubuki. Oké. Jamila is naar boven. Ik ga even naar Electrical. Ik denk dat er nu nog niemand is. One die komt eruit. Saar is er. Joost is er. Wat een gezelligheid hier, jongens. Oké, ga ik het erop gokken? Ga ik dit even proberen? Ik vind echt Electrical altijd een enge plek. Ik ben daar niet graag. Ik ga hier ook altijd dood. Of dus blijkbaar gewoon bij security. Dan ga ik ook dood. Maar jee, ik heb het gedaan. Snelweg. Oké, lampen. Over het algemeen is Jesse altijd degene die de lampen uitzet en dan een kill maakt. Dat is wel echt een beetje als zijn move. En hij heeft net de body gereport. Het kan natuurlijk heel goed een self-report zijn geweest.
Dus misschien moeten we Jesse een klein beetje in de gaten houden. Jamila gaat daar een taakje doen. Het is Joost. Ik zag een vent in met B. Echt? Ja, ik zag je. Het iemand... lichaam ligt in security. Ja, ik was net in Med B, maar ik zag Joost door het luik gaan. Dus het is sowieso Joost, sorry. Dit keer ben je het wel. Ik heb het gezien. Ik zat in Electrical. Ik weet niet waar jij het over hebt. Ja, nadat je vent ja. Vond dat je een vent van Med B naar Electrical. Ik, gegaan. Ik heb al gestemd. Nee, het is sowieso Joost. Had iemand nog wat? We gaan dus gewoon gelijk iemand meteen op blatant fingerpointen geloven. Net als de eerste ronde. Weten jullie nog dat jullie mij er toen ook uitstemden? Dat jullie allemaal helemaal gelijk hadden? Nee, maar nu, nu voel ik wel dat het echt goed zit. Het is echt zo, trust me. Als Joost het niet is, je kan het niet zien, maar hij is het echt. Na Lights Out, ik weet niet, of er waren meer mensen bij Lights Out, dus jullie hadden me gewoon moeten zien daar. Ik zag je door het luik heen gaan. Dus daar kan je echt niks voor goeds praten. Dat is één. Ik vond Onnedi trouwens ook een beetje eng toen het licht uitging. Nou, ik vond jou eng, Kitta. Maar ik ben altijd eng in het donker. Holy shit. Oké, nou dat is één. Sorry, Joost was er echt gloeiend bij. Die zagen we echt gewoon heerlijk hier door het luik heen gaan. Maar wie is dan de andere imposter? In ieder geval was het Joost. Dus we hebben er één. Maar ik vind Jesse nog steeds, maar blijkbaar is Dionne heel eng en donker. Dus die gaan we ook even in de gaten houden. Ze staat hier te niksen. Zie je dat? Ze staat hier gewoon te niksen. Kijk, ze heeft helemaal niks gedaan. Ze doet helemaal niks. Ik ga hier snel weg, want ik ga echt hartstikke dood. Rob, ik blijf bij jou, want Dion is inderdaad een beetje zus. Maar ik wilde eigenlijk al een klein beetje in de gaten houden, maar niet in mijn eentje, want dan ga ik zo meteen hartstikke dood. Oeh, de lichten gaan uit. Ik ga snel richting de licht. Ah. Ah. Eng in het donker. Oh, oké, de lichten zijn weer aan. Wie is er gefixt? Ah, nice. Ja, jongens, ik denk... Hier, kom even met me mee. Kom even met me mee. Kijk. Kijk, kom even met me mee. Kijk, Adinda heeft sowieso gezien. Tenzij Adinda de imposter is, maar dan heb ik nog een MedBay scan. Is er iemand in MedBay? Dan kan ik nog meer even laten zien, want ik in ieder geval gewoon safe ben. Er is hier niemand. Ook geen Joost dit keer die door de vents heen gaat. Weer die lichten. Oké. Ik ga ze wel weer fixen. Hey, Adinda is hier. Adinda heeft de lichten gefixt. Ik denk dat Adinda wel oké is eigenlijk. Oké, ik heb heel veel download... Oeh. Zag je dat? Wilden ze me nou opsluiten? Oh! In cafeteria lag een body, Rob. En ik kwam met Adinda vanuit Electrical. En de deuren gingen dicht. En ik had het idee dat Adinda me wilde opsluiten. Zodat ik niet naar cafeteria kon gaan. Maar ik had juist net daarvoor het idee dat ze eigenlijk wel safe was. Dat kan ik bevestigen, want ik stond op security. Oh. Dat gebeurde inderdaad. Ja. Okay. Dat de deuren dicht gingen. Ja. Ja, en ik was net toevallig in de cafeteria kant. Maar ik had het idee dat Adinda me wilde opsluiten. Zodat ik niet naar cafeteria kon gaan om de body te vinden. Ik ging voor de camera dansen, zodat jullie wisten dat ik niemand vermoord. Oh. Ja. Nou ja, ik en was net met je bij Fixing Lights in Electrical. En ik zei nog zelfs van, ik heb wel het idee dat Adinda safe is. Maar toen gebeurde er in één keer dat. Dus... Ja, maar ik ben ook safe. Ja, dat kan zou ik vanuit, ook zeggen. Kan je vanuit iemand... cafeteria venten naar Electrical? Nee, dat kan niet. Nee, je zou naar MedBay kunnen rennen en dan venten naar Electrical. Want ik zag Saar op... In Electrical. Wanneer? Want die was er net niet. Hè, wie zat op de camera's dan? Dus ik was met Adinda in Electrical echt... nou, wat was het? 15 seconden geleden? Ik stond op security. Ja. Ik was inderdaad in Electrical, want daar had ik nog één task om data te downloaden. En toen werd er een body gereport. Ik heb wel een klein dingetje. Ik ben bijna klaar. Wacht, ik ben klaar, sorry. Ik zie wel Onnedi, die stond bij Weapons, te doen alsof ze die asteroïde deed, maar er gebeurde niks. Helemaal niet, alsof. Je deed asteroïde. Ja, maar ik deed niet alsof. Ik zat hem echt te doen. Nee, want ik zag hem, je kan het zien aan de buitenkant, en er gebeurde niks. Nou, dat is raar, want ik heb hem echt gedaan. Dat staat uit. Dat staat dus uit. Ben je klaar met je taken? Dat is dus dat visual test. Maar ik heb het niet gezien.
Nee, ik heb hem echt gedaan. Ik heb gedaan. Uit. Oh, en dan kan je het niet zien. Oh, maar anders okay. had ik je wel... Heeft er één nog killed? Heb je Mad Bay scan, Dionne? Mad Bay? Ja. Want ik Daar heb nog een Mad Bay scan. Die kan ik aan iemand laten zien. Maar... Ik denk dat het Jamila is. Jamila? Dat is zo random in één keer uit het niets. Ik zit jij al de hele tijd... Oh, ik heb nou niks gestemd, want ik weet het niet. Oh, Adinda. Ik heb niet gestemd. Ik weet het niet. Maar als het niet gewonnen is, dan was het Adinda. Sowieso Adinda dan. Ik heb... Nee, niet. Dat was dus niet. Oké. Okay. Nou, en ik zei nog, ik had wel het idee dat Adinda safe was. Maar er, in ieder geval gingen de deuren dicht. Dat is wel verdacht. Dat was in ieder geval wel echt... Waarom loopt Jamila achter me aan? Of ze wil mijn vriendinnetje zijn. Wat wil je? I do not trust you. Ik weet niet wat ik moet doen. Ben je nou safe? Oké, okay, ik heb mijn base scan. Dus ik kan het laten zien. Kijk, kom mee. Komen jullie allebei maar mee. Oké, okay, dan kan ik in ieder geval aan ze laten zien dat ik safe ben. Maar Jamila blijft in haar eentje bij me achter. En de lichten... Oh, ik zag Jamila door het luik gaan. Ik zag het gewoon in het donker alsnog. Zagen jullie dat ook? Nee, dat kan natuurlijk niet, want er is crisis. Iemand fix het licht. Ik wil op die knop drukken. Ik denk dat het Jamila is. Saar, fix het licht. Doe het. Nee, Jamila. Ah, ping. Oh, waarom fixt niemand het licht? Oké, okay, ik ga het licht fixen en daarna ga ik op die knop drukken. Want ik dacht echt dat ik dat luik zag toen ze de lampen uitdeed. Dat is wel echt een move die Jamila zou doen. Dus ik ga... Oké, okay, Saar. Nee, Enge Jamila. Nee. Huh? We begonnen. Oh nee. Yay. Jamila, jij nice. Was het, hè? Ja, ze was het. Ja, Jamila was het, want ik stond in Mad Bay en de lampen gingen uit. Maar is ze nou, het was nou Jamila. Ja, Jamila was gedisconnect en daarom hebben jullie gewonnen. Nou, anders had ik ook op de knop gedrukt, want ik zag haar namelijk precies waar Joost ook door de vent ging. Jamila ook door de vent gaan. Dus ik wist al dat ze het was, maar ik kon niet op de knop drukken, want ik moest eerst het licht nog fixen. Maar ja, Jamila is er helemaal uit. Ik wilde jou wel in Mad Bay, dacht ik. Dus ik dacht, ik loop weg en doe net alsof ik niet meer terugkom. Maar er gebeurde niks, dus ik dacht... Nee, ik ze ging venten. Ze deed de lichten uit. En ik zag haar, zeg maar, niet meer door de vent gaan. Maar ik zag nog wel de vent in het donker open en dicht gaan. Ja, nou, dan wist ik genoeg. Maar ik stond dus bij die knop. Alleen jij ging die lampen ook niet fixen. En ik bleef maar daar staan. Ik wilde op die knop drukken. Maar Jamila is er blijkbaar helemaal uit. Eén van jullie killt sowieso elkaar, zeg maar. Dus, maar dat gebeurde niet. Nee, ik ga even vragen aan Jamila of ze terugkomt, hoor. Of het lukt. Lukt het om terug te komen? Oh, nou, netjes gedaan hoor. We hebben in ieder geval gewonnen. Maar wel sneu dat ze even gedisconnect was. Ze is ook helemaal uit de Discord, zo te zien. Dat is niet best. Nee, ja, ze zat ook. Oh, wifi viel uit. Alles ging uit. Oh. Hey, ja. Ik had wel gelijk, hè, vanaf het begin. Ja. Ja. Je had wel Yay. Gelijk. Mooi. Yay. Hallo. Ja, hi, daar ben je weer. Oh je was het dat wel. Was zo'n ik mooie wist win. Het. Ik vond je al eng, Jamila. Het was zo'n goede win. Hey, ik zat net wat te vertellen. Ja. Ik wist het. Ja, maar alles is uitgevallen. Dus ook mijn video, mijn camera, letterlijk alles. Oh nee. Ja, dus ik hou op met filmen. Maar in ieder geval, het was wel leuk. Oh, dat sucks. Kan je niet een stukje deze stream ervan gebruiken om het op te vullen of zo? Yeah. Oh, nou ja, maakt niet uit. Nee, maar hey, jij deed de lichten uit toen ik mijn Mad Bay scan aan het doen was. Maar ik zag gewoon die vent nog open en dicht gaan. Ah, damn it. Ja, dus dat weet je dan voor de volgende keer. Je ziet die fans alsnog, ook in het donker. Alleen je ziet niet wie er doorheen gaat. Ja, ik ben van de YouTube-video's gewend dat de vision een stuk lager is. Dus ik vergeet een beetje wat jullie zien. Oh, ja. Moet ik hem lager zetten? Voor de spannend. Ja, is misschien wel leuker. Oké. Okay. Was de code ook alweer? Even kijken. Okay. Even kijken, waar staat die? Is dat dan de imposter vision? Die zat ook die dan ook op... Nee, de crewmate vision. Gaan we er nog één spelen? Ja. Voor Nicky en mij is de laatste. Ja, dit is ons laatste. Oké. Okay. Let's go. Moet ik hem op 0,75 doen dan? Dat is wel goed. Wacht, we zijn met 9. Wie mist er nou? Ja, we missen Jamila nog. Oh ja. Oh ja, tuurlijk. We zaten al lekker te kletsen, dus dan denk je dat ze er al gewoon bij zit.
Wil die alweer opstarten? Ja. Wacht even. Oh nee, ik zit natuurlijk op de... Boven. Oh, Minion. Oh, maar zo sneu hoor dat je internet eruit viel. Want volgens mij had je er echt nog wel uit kunnen kletsen. Als ik had gezegd dat ik die vent had gezien. Maar ik ging dus... ik had Saar gekild op het allerlaatst. Want zij ging richting Lights. En het ging erom dat jullie die body niet hadden gereport. En dan kon ik die laatste kill maken. Ja. Dus ik had wel... Tenminste, vanaf mijn point of view had ik gewonnen. Maar ik weet niet in hoeverre internet... daarmee te maken. Nee, nou, Saar leefde nog. Saar leefde dit keer nog. Dus daarvoor viel hij dan al uit, denk ik. Jij was niet gekild, toch? Ja. Ja, maar oké. Als het internet gewoon had gewerkt, dan had ik wel gewonnen. Want ik zat achter haar. Ik zat die kill button te spammen. Oh. No. Maar dat was echt een hele goeie. Maar zo vervelend. Het was vet leuk geweest voor je video. Ja. Ja, nou ja. Nu geen video, maar maakt niet uit. Helaas. Oké, nou. Helaas. Je bent er weer bij, dus ik kan hem weer starten. Yes. Oké, zet ik hem aan. Oké. Succes. Yes. Joe. Succes. Oké, crewmate. Ga ik nog een keer imposter zijn vandaag eigenlijk? Ik wil heel graag een keer imposter zijn samen met Jamila. Dat zijn we al die tijd. Zijn we nog nooit samen imposter geweest. En we spelen het echt best wel veel. Nou ben ik sowieso eigenlijk heel weinig imposter. Eigenlijk standaard. Oké. Dit is iemand die heel snel saboteert. Direct al. Die hebben we nog niet echt gehad vanavond. Tenminste niet meteen al met deze. En Linda staat hierboven. Oké, nu toch hier iedereen is. Kan ik dit stomme lange spel wel even doen? Welk was het? Die? Oh, ik zat niet op te letten. Deze duurt altijd zo lang. Ik haat deze. Doom, 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 doom. Oké. Oeh. Blijkbaar was iedereen alweer weg. Waarom ben je achter me aan? Ga weg. Ga weg. Ga weg. Oké, Rob staat daar op die vent. Jamila hier. Ik ga even dit doen. Oké. Oh, Meli is dood. Wat? Nee, ik drukte al eerder mijn dinges uit. In waar was ze? Boven in electrical. Oh. Zoals gewoon. Je was een seconde bij me weg en gelijk vind je een body. Ja, nee, maar die deuren waren ook dicht. Oké. Dus, en er kwam ook een heel groepje admin in rennen. Daar was jij bij, Joost. Ja, dat klopt. Dus er zou een van die drie kunnen zijn. Ik en die hele groep die kwam uit electrical. Wat zei je? Wat zei je nou? Er kwam een hele groep uit electrical en die gingen allemaal richting admin. Nee, wel vanaf die kant. Ik zag een hele groep naar admin, zeg maar vanaf storage naar admin rennen. Oh. Maar klopt. Ik heb zelf daar niet uit electrical zien komen. Ja, ik was met Adinda dus bovenin. Zijn. Ja, we waren ik was met Adinda en admin. En daar heb ik Joost en Nikki gezien. Ja. Ja. Dat is het eerste moment dat Nikki eindelijk wegging, want we hebben echt de hele game samengelopen. Ja. Zij ging toen direct naar electrical en vond daar waarschijnlijk de body. Waarschijnlijk. Maar Nikki, jij zei dat de deuren dicht zaten bij electrical of bij storage? Bij electrical. En toen kwam ik aanlopen, toen gingen ze open. Ja, maar dan is de imposter gewoon weggevent natuurlijk. Dus dan kunnen we aannemen dat de mensen die vanuit storage liepen niet de imposter zijn. Nee, waar was Rob? Maar dan zou die dus naar security of medley geweest moeten zijn. Ja. Ik was met Adinda nog bij Reactor, nog nadat we dat ding hebben opgelost. Toen hebben wij dat spel gedaan, wat zo lang duurt met die knopjes. En toen waren Adinda en ik nog de enige twee daar. Jesse die was toen weggegaan. En wij zijn toen boven langs gelopen, maar we hebben niemand gezien. We hebben niemand zien uit security komen of uit Ze kunnen ook in de vent blijven zitten. Ja, true. Ja, dat is waar. Dat is waar. Rob, waar was je? Ik was de hele tijd aan de rechterkant. Ik ben ook niet naar electrical gegaan. Ik had echt 100 tasks aan de rechterkant. Ja, ik heb Rob heel veel aan de rechterkant gezien. Oh, was jij Jamila? Aan de rechterkant. En Onedie, wat was jij aan het doen? Ik ben een lab geweest, O2, en dan door weapons gelopen naar... Oh ja. Ja, ik skip cafeteria. Wel, want ik heb geen idee. Maar wie missen we dan nog op het laatste moment? Ja, Jesse, volgens mij. En Onedie, die is stil. Ja, Onedie is ook heel stil.
Ja, ik ben fucking moe. Oh. Same dog. Fucking mood. Oké. Nou, ik heb echt nog heel eerlijk gezegd geen idee. Ik vind wel inderdaad Onedi heel stil. Ik heb het idee dat Adinda wel safe is, want ik was de hele tijd met haar. En ze had me al makkelijk in Reactor kunnen killen als ze dat had gewild. Dus ik denk niet dat zij het is. Ik ga naar een eng plekje. Electrical. Maar deze is altijd zo klaar, gelukkig. Dus ja, Onedi is wel heel stil. Jesse is heel stil. Roep is inderdaad ook nog best wel stil geweest. Maar ja, wat dat mij betreft kan het iedereen zijn. En Joost vertrouw ik ook niet. Dus die zou het ook best weer kunnen zijn. Of Jamila. Of ik heb geen idee. Oké, de lichten gaan uit. Dan gaat er altijd iets spannends gebeuren. Oké, we zijn hier echt praktisch met z'n allen. Volgens mij zijn we hier met z'n allen. De enige die hier niet is, is Onedi. Die zat hier. Stond ze er nou net bij? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet wel dat ik niet met haar mee ga lopen. Ik vertrouw er niet. Ik ga even naar O toe. We gaan Jesse en Joost. Daar komt Saar. Ze leeft nog. Saar, je leeft nog. Oh. Voor iedereen's neus. Die was heel duidelijk. Dat wou ik die zo was heel duidelijk. Zo, die had ik niet verwacht. Dude, no. De enige reden waarom je dat zou doen, is dat je denkt dat je een double kill gaat doen. Ja, nee, ik had dat download menu open. Ik klikte hem net weg. Ja. En Joost. Ik van alles. Het is echt sowieso. Sowieso. Okay, maar kan Saar, iemand, ik was report. Er niet bij. Kan iemand mij vertellen wat er gebeurde? Ja, heel graag. Ik was een task aan het doen in Navigation. En Joost was daar ook. En Joost kan ontkennen dat ik er niet ben. Want ik had hem al langer kunnen killen. Want ik ben heel vaak samen met Joost in de ruimte. We waren daar wel samen, ja. Maar ik was heel verward. Oké, ga door. En toen was ik klaar met mijn task. En ik zie letterlijk Verbuki gewoon letterlijk killen. Oh, Joost is wel een beetje overduidelijk. Verdacht. Ik denk maar, dat ze een dubbel kill wilde maken. Dat Jesse's plan was. En Joost die was volgens mij net bezig met een task. Dus en dat hij hoopte dat Joost Saar zou killen. Ik zag echt letterlijk Saar creatje killen. Oké, nou verdenk ik dus Joost en jou. Omdat je het voor hem omdat je hem in gaat dekken. Nee, maar Saar dekt mij ook in. Want ik snap het nou niet meer. Huh? Wat zeg je nou? Nee, toch? Saar doet toch jou... Nee, ik heb hier niks mee te maken. Het is of Saar of Fubuki. Ja. Wie is Fubuki? Oh. Jesse. Wie praat er nu dan? Wat is dit nou weer? Jezus, Fubuki. Ik hoor... Jesse. Maar en het is dus ik, Rob. Hè? Maar je zegt dat je het zelf bent dus. Nou, ik snap er geen fuck meer van, man. Luister, ik zat samen met Saar in Navigation. Ik was download aan het doen. En toen ik download wegklikte, lag er een body. Dus Saar of Fubuki heeft die kill gemaakt. Saar zegt dat Fubuki het heeft gedaan. Fubuki zegt dat Saar het heeft gedaan. Dat is waar we zijn. Ja, maar hè? Joost, wat zeg jij? Ja, ik weet het dus niet. Ja, ik geloof Saar het meest, want die was heel lang met mij. Die had mij ook kunnen killen. Maar in de chat. Het ik is denk heel gek Joost, voor Fubuki het is sowieso Jesse, er twee Fubuki, mensen zijn in de ruimte. Die killde mij. Het maar zou ik denk een die andere zijn Joost dat ik nog is. Leef. Denk I don't know. I don't know. Dit is heel apart. Oké, yes. Jesse is uit. Gelukkig. Oh, mijn killer is uit. Maar ik weet nog niet of we trots kunnen zijn, Saar. Dat gaan we zien. Oké, ik ga in ieder geval van mijn taken afmaken, want zij zijn ook allemaal altijd heel actief in hun taken. Je ziet dat die balk ook al bijna vol is en ik heb er niet zo heel veel meer. En daarna gaan we eens even kijken wie het zou kunnen zijn, want ik vind het altijd wel leuk om diegene te stalken. Dus dan gaan we daarna wel even kijken of het Joost is. Joost staat nu hier, die heeft nu gecheckt dat Nikki safe is. Ja, en mensen denken dat Onedi het is. Ja, zou ook kunnen. Dat ze zich expres zo gewoon een beetje onnozel houdt, zeg maar. Maar ja, je weet het niet. Kan ook een tactiek zijn. Oh. Ik zag Saar niet staan, zegt Jesse. En wat wil ik nou typen?
Nou, ik ben ook klaar met al mijn taken. Ik heb ook al mijn taken gedaan. We gaan eens even kijken. Oh, kijk, hier ligt nog dat dingetje dat het bij Jesse rondloopt. Die is achtergelaten nu daar. Oké, we gaan eens even Joost op zoeken. Oh, Saar is als enig buitengesloten. Of dat is wat Saar wil. Saar? Nee. En Onnedi zit hier. Hey, Onnedi. Eens even kijken hier. Joost? Het is wel een beetje verdacht hier. Onnedi staat er wel heel erg lang stil. Opvallend lang. Ik volg nu de hele tijd Onnedi, alsof ik echt al helemaal ervan uitga dat zij het is. Maar ik heb eigenlijk geen idee. Ik kan het natuurlijk ook gewoon in de chat vragen, maar ik vind het ook altijd leuk om zelf uit te zoeken wie het nou is. Zit je het de hele tijd mee te kijken? Ja. Oh, is het goed te volgen? Ja, het is ook leuk om te kijken. Kijk, ze zitten hier nu met z'n allen. Maar ik weet niet wie het is. Ik twijfel tussen Onnedi of Joost. Okay. Joost! Joost! Kijk, hier komt het een van deze twee. Kijk, hallo, koekoek. Daar is Joost. Hallo Joost, ik zag je weer venten. Again. Joost is wel van de fans. Ik durf ze nooit zo heel snel te gebruiken, omdat ik altijd bang ben dat ik daardoor juist betrapt word. Want ik betrap ook altijd iedereen op die fans. Maar het is Joost. Kijk, hij staat hier nu heel veilig te doen. Nou, dan moeten we toch altijd gewoon ons eerste gevoel volgen. Hè? Want in eerste instantie zei ik al van ja, ik vermoed Joost. Ja, maar die Joost die klet zich er altijd wel goed uit. Hij klet zich er goed uit hoor, ja, absoluut. Ik ben wel blij dat ze me wel geloofde vorige keer. Nu zegt hij dan ook meteen, ja, ik ga denk ik zomaar stoppen. Hé, ik kan nu niks meer doen. Mag ik weer? Ja, bijna. Kijk, daar is Joost. Oké, we gaan hem volgen. We gaan kijken hoe hij zijn kills gaat maken. Er moeten nog best wel wat mensen taken doen. Oh nee, want dat hebben we uitgezet. Dat kan je pas zien bij de meeting. Dus hij moet wel opschieten. Fubuki is er sowieso uit. Dus dat betekent dat alleen Joost er nog zit. En Joost moet in ieder geval Onnedi nog killen. Nee, doet hij niet. Yay, we hebben gewonnen. Helaas. Helaas, niet gelukt. Nee, wacht even. Joost en Saar? Ik kon vertrouwen. Nee, sowieso Jesse. Ik ben wel echt een master tafelfaker. Maar ik zag Saar niet staan. Dus wacht. Wie was waren het Joost en Saar? Ja, nee, Joost was het. Met Fubuki. Ik was het met Fubuki. Het was heel jammer, want ik killde iemand en toen ventte ik naar Navigation. Toen kwam Saar binnenlopen en toen kwam Fubuki binnenlopen. Die pakte een kill. En toen dacht ik, ik had al het gevoel van hij wilde een double kill doen, maar ik had kill cooldown, dus ik kon niks. Ja, nee, maar ik wist dat je al Dinda had gekilled, dus ik liep achter jou aan, zeg maar. Maar ik zag Saar helemaal niet staan, dus ik zag alleen maar Kreatje. Ik pak even Kreatje. Thanks. Dat was echt heel lullig wat Saar daar was. Ik zag je uit die vent komen in Electrical. Ja, ik zag Joost daar die vent heen gaan. Ik zag het gebeuren. Ja, dat was mijn strategie. Ik dacht het enige wat ik nu kan doen is of deuren sluiten of lights uitdoen en dan in het donker mensen killen. Het was me wel gelukkig Nicky, alleen jullie waren iets te snel met desks. Jullie waren echt veel bij elkaar, ik deed de laatste. Ja, dan is het echt moeilijk, hè? Ja. En vooral als je in je eentje overblijft. Op een gegeven moment ging er wel een deur dicht en zat jij opgesloten met Saar. En toen dacht ik, hè? Ja, maar ik ga natuurlijk niet Saar killen. Saar die heeft me gepauzed voor het leven. Ik denk, ja, die laat ik nu natuurlijk niet wel in. Ja, maar we waren zo leuk lopen met z'n allen. Jij en ik het sowieso niet waren, want jullie waren echt letterlijk bijna de hele tijd met elkaar. Ja maar dan evenwierde ik al alle potjes. Want ik wilde Nicky niet killen, omdat ik al door had dat mensen wisten dat zij bij me was. Dus ik moest er net tactisch Ik vertrouwde je ook. Ja, dat is goed. Dat is wel echt heel nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Oh. Nou, echt super leuk dat je mee wilde doen, Joost. En Nicky ook. Echt bedankt voor het meedoen. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik slaap op de bank vanavond. Oh. Nou, wel rusten op de bank dan. Oh, ja. Dankjewel. Hey, fijne stream nog. Voor. Yes. Dankjewel. Oh, nou, we zijn nu nog met z'n achten over. Wat gaan we doen? Willen jullie nog een potje doen dat we dan met z'n achten doen? Of gaan we stoppen? Ik kan nog eens.
Ik wil wel een potje. Ja, ik wil wel. Maar we kunnen misschien kijken of er nog twee mensen kunnen vinden. Ja, mag ook. Matthijs niet. In de stream. Hey! Kom ook even. Zit je ook al in de voice chat, of niet? Ja. Ja. Hey. Jij was toch al zo kort over tien klaar aan het werken? Zit je nou gewoon stiekem tijdens je werk Among Us te spelen? Nee. Nee? Oh, je bent al klaar? We waren lekker snel klaar, dus we mochten een uur eerder weg. Oh, nou, dat is lekker. Beter. Heerlijk. Ja. En heb ik snel geregeld, Jamila? Ik heb iemand erbij. Heb je super snel geregeld. Ik ben alleen even je naam vergeten. Matthijs was het, toch? Ja. Hi Matthijs. Hi Matthijs. Dit is de code. En dit is Matthijs, hij is het neefje van Rob. Klopt toch? Ja. Ja, hè? Ja, ik had hem uitgenodigd, want we hadden nog mensen nodig. Maar uiteindelijk waren we in één keer vol. Maar je komt echt precies op het juiste moment. Nou, ja. Met z'n negenen kunnen we wel een potje doen, toch? Dat is wel hetzelfde. Ja, wel, toch? Ja. Oké. Okay. Ik was even aan het linken naar je lijst. Ik vind het wel jammer dat Joost weg is, want ik weet van zijn streams dat hij veel de leiding neemt. Maar dat doe ik ook. Dus dat wel leuk, wat leuks opgeleverd. Ja, maar anders had je er niet bij gekund. Nee. Dus dat was het een of het ander. Nu mag je erbij. En dan wordt het denk ik ook best wel een chaos geworden. Ja, en ja. Leuk ook dat je zo enthousiast bent dat je bij ons in de stream mag ook. Nee, alleen maar Joost is weg, hè. Een beetje jammer. Ja. Nou, gezellig. Nee, welkom, is ook Matthijs. Hartstikke gezellig. Leuk. Ja. Je krijgt geen pluspunten zo, Matthijs. Oh, nee hoor. Dat is ook nee. Gezellig. Net hartstikke gezellig. Oké, okay, nou, dan ga ik hem weer starten. Ik heb zeg maar ook gehoord dat de stream al gecrashed was, maar... Alles gaat dat goed. Dat was het enige. Ja. Alles is goed. Heb je nou je camera weer aangezet of helemaal niet meer? Nee, ik heb het niet meer aangezet. Oh, je geeft het gewoon op. Nee. Doe ja, het nou ja, keer. Het duurt al wat langer om imposter te zijn. Dat zijn toch wel de leukste potjes. En dan heb ik alles gefilmd. En dan mis ik het laatste. Dus ja. Ja. Nou, ga ik niet nog een keertje. Oh, dat is wel balen. Dat is heel laat. Ik ging er ook wel in, wetende dat het fout ging. Ik weet niet, ik voel dat soort dingen aan. Oh. Ik voelde het aan mijn water. Oh. Ja. Oh, no. Oh, ervaren YouTube-maakster. Ja. Ja, dan krijg maar je dat, hè. Maar het is toch wel leuk om te spelen, maakt niet uit. We zijn live. Ja, oké, okay, let's do it. Ja. Oké, we gaan weer starten. Ja. Zin in! Heeft iemand hierna misschien zin om met mij Phasmo te spelen voor de stream? Wat is dat? Oh, als je het zo voor uitlegt, dan hebben we ghost vast hunting zien. Oké, ik ben weer de imposter. Dit keer weer met Saar. Oké, ik hoop dat Saar dit keer iets langer overleeft. Ik ga even gewoon meteen weer naar admin om een swipecard te doen. Want dat doe ik altijd als ik crewmate ben. Dus als ik dat nu niet doe, dan valt het wel een beetje op. Dus uiteindelijk al wat langer met je spelen, dan weten ze dat uiteindelijk wel. Fubuki vertrouwt me, want hij blijft heel lang bij me staan. Dat is toch een beetje sus. Oké, ik ga... geen idee. Ik heb nog geen plan. Ik ga gewoon een beetje wat rondlopen. Oké, wat ga ik doen? Ik moet even weten waar Saar is, voordat ik zometeen weer iemand ga killen. En weer die O2-dinges ga doen, terwijl Saar daar heel rustig bezig is om iemand dood te maken. Hier is niemand. Eens even kijken waar Saar is. Hé, hey, daar hebben we Dionne. Oeh, en Jessie staat er ook. Oké, ik doe alsof ik dit aan het doen ben. Ik weet niet hoe het heet. Maar er komt niemand, gelukkig. Hé, hey, daar hebben we Jessie weer. Die denkt nog steeds dat ik safe ben, volgens mij. Ik ga hier naar beneden. Want ik ben nu aan het drentelen en dan ben ik echt zo'n Jamila. Oké, ik moet even gaan nadenken. Wat ga ik doen? Want ik ga hier nu anders een beetje verdwaald rondlopen. En volgens mij gebeurt er nog niet zo heel erg veel. Ik ga even kijken wie er in Electrical is. En dan ga ik daar waar mijn eerste kill maken, denk ik. Of niet, want er is niemand. Oké, gaan we hier weer weg. Hallo, waar is iedereen? Hé, hey, daar hebben we mijn vriendinnetje. Hallo, wat gaan we doen? Ja, er is daar niemand. Ik ben er al geweest. Hier hebben we Dionne. Oké, nou, die Saar, jij mag Dionne hebben. Maak haar maar dood. Dan ga ik wel kijken of er hierboven iemand is. Oké, zo gedood. Ik ga snel hierin. Waar gaat dit heen? Nee, daar moet ik zeker niet heen. Oké, daar is Saar. Weg, Saar. Weg moet je hier.
Oeh. Oh, al twee zelfs. Damn. Ik was er ook bij. Dat is, ik vind het heel verwarrend dat er twee groene in zitten. Ja, die zijn er nu uit, twee groene, dus die zitten er niet meer in. Ja, allebei eruit. Het is bij de reactor. Fubuki en ik liepen tegelijkertijd naar binnen. Kitta die liep daar ook. En Cookie Girl liep uit security naar beneden. Oh. Ja, ik was op camera's. Als jullie het hebben gezien, dan stonden de camera's aan. Dit is feit. Heb je gezien wie het zou kunnen zijn? Nee, naast het feit dat ik Cookie Girl zou kunnen wezen. Maar dat kan niet, want ik heb inderdaad de camera's aangestaan. Zag jij iets op de camera's, Camilla? Dus Creatrix, Saar en Onedi. Wat? Ja, wij waren dat met Onedi inderdaad. Ik zag Saar beneden. Ik ben met beneden. Elkaar en ik zag Jamila niet, maar als jij het zegt, dan geloof ik je wel. Ik heb eigenlijk meestal Jamila de tijd erin gelopen. Ik heb Jamila ook nog niet gezien. Had je iets gezien op de cams? Ik heb jou niet gezien. Nee, ja, ik zag dus Rob en Kitta. Was het Kitta? Vanuit de cafeteria naar links lopen. En toen de body werd gereport, dacht ik dat ze misschien in cafeteria lag. Het kan natuurlijk. Alleen natuurlijk, ik zeg niks. Maar het kan natuurlijk zijn dat het ook zo is. En dat ze liegen over dat het in reactor was. Dus is er iemand die het heeft gezien? Ook dat het een self-report is. Oh ja, Julia. Nou, oké. Deze die niet in de reactor. Oké. Dus dat was de enige theorie dat ik uit de camera's heb gehaald. Een beetje, dus we hebben geen idee eigenlijk. We hebben geen idee. Zo skip. Nee. Ja, ik doe wel skip. Sad skip. Sad skip. Oké. Okay. Tot zover gaat het goed. Ronde 2. Jongens, ik zit meer te zweten, jongen. De hele tafel is er helemaal nat van mijn toetsenbord. Oké, we gaan eventjes gewoon een beetje chillen. Totdat die hele cooldown geweest is. Kom, Saar, we gaan gewoon even hier een beetje staan chillen. Even een beetje fuel doen. Ja, even samen fuel doen. Oké. Hey Saar, wat gaan we doen? We moeten eigenlijk even een double kill maken. Dat zou toch echt super nice zijn. Maar ik ben nog nooit met Saar Imposter geweest voor vandaag. En net was ze natuurlijk echt super snel. De ook sta je echt veel te lang trouwens. Het echt nodig weg. Voor dit zeg maar heb ik nooit met haar dat ik dat samen heb gedaan. Dus sorry Jamila. Oh, dat was Saar. Waar lag hij? Boven waar je vandaan kwam. Wat? En boven in storage lag hij. En de enige die ik daar vandaan zag lopen, dat was Onedi. Ja, die zag ik ook net bij storage inderdaad. Daar kom ik inderdaad vandaan, maar ik ben alleen maar onderin storage geweest. Heeft iemand ook iemand in admin of cafetaria gezien? Want ik heb echt niks gezien daar. Nee, ik zag jou ook in storage daar onderin. Ja, ik stond er inderdaad onderin, stond die fuel te pakken, zodat ik weer naar lower engine kon, om die task af te maken. Ik denk dat je dan wel het lichaam zou kunnen zien als je dan naar links zou gaan. Nee, dat hoef je niet per se te zien. Ik heb ook echt niks gezien, maar ik ben ook echt alleen maar onderaf geweest, heb die fuel taak gedaan, ben meteen weer naar links gegaan om die lower engine taak te doen. Dus ik ben niet echt in storage verder geweest. Oké, stel je bent onschuldig, dan is het dus Creatrix en Saar. Want ik was letterlijk niet eens in de buurt. Ik was in navigation. Ik was in storage en ik zag Onedi daar. En toen ben ik weggegaan naar communications. Oké, het lichaam lag in storage. Heette, toch? Ja, ik heb ook geen lichaam gezien daar. En Creatrix, waar kwam je van bovenaf? Nee, ik kwam van onderaf. Oké, ja, ik ook. Vanaf lower engine kwam ik. Ik ben helemaal niet boven geweest. En ik was daar en Saar was daar inderdaad. Ik weet niet waar Saar heen ging, want die ging weg. Ik ging naar navigation. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben uiteindelijk toen later pas naar communication gegaan. Of ik weet niet of het zo heet. Maar in ieder geval dat dingetje dat naast storage zit. En Onedi was de enige die achterbleef in storage. Maar ik heb geen body gezien daar. Nee. Hij lag echt helemaal bovenin. Ik ben in de gang. Maar jij deed een benzinetask. En je bent niet naar een engine gegaan daarna of zo. Nee, toen ging ik naar communication, naar rechts. Oké. Okay. Maar dat zeg ik, heb geen body gezien. Dus of echt iemand uitstemmen. Wie gaan we doen? Maar dan denk ik dat jij het hebt gedaan, want je hebt zogenaamd geen body gezien. Maar ik vind jullie alle twee voor jou. Ik stem op Creatrix. Ja, ik stem op Onedi. Oh, oké, dat is ook goed. Nou ja, succes ermee.
Ik ben het niet. Ja, maar als... Oh, als nee. Onze... Dan... Nee, dan hebben we verloren. Verloren. Zijn we het altijd zo? Oef. Oh. Oef. Nou! We did it, sir! Hallo! Sorry, Dionne! Sorry! Oh. Maar het was echt te makkelijk. Om jou er nu voor te gooien. Had jij die gekild dan, Saar? Ja, die had ik gekild. Oh joh, ik was het ook echt niet. Maar oh. ik had wel Jamila gekild. Sorry, Jamila. Sorry, sorry. Ik wilde eerst op zijn Ik was klaar met mijn taken. Dus ik dacht, oh, ik ga even kijken wat Kreetjik doet. Oh, ja, boom. Moet je nooit doen. Dus alles slecht. Kreetjik is hard aan het werk. Ik werd midden in storage doodgemaakt. Ja. Met, en er waren echt 3 mensen omheen. En echt nobody waar? Saw. Saar! Nee, dit bedoel ik! Iedereen zat er een beetje onder. En ik zat letterlijk net aan de andere kant van doosjes. En iemand zat letterlijk fuel te vullen. En ik zat er 2 meter naast. En Dion stond er echt zo. La 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 la. La 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 la. Just filling up with you! Maar hoe lang lag die body er nou dan al in storage? Want ik heb hem ook echt niet gezien hoor. En Dion had hem ook echt niet gezien. Ja, dat ook. Oh. Dit is echt een moeilijk spel voor mij, want ik onthoud gewoon geen fuck. Nee. Nou, je doet het toch hartstikke goed. Tijd, oh ja, daar stond ik net. Dus, ja, of was ik daar eigenlijk wel? Ik weet het niet. Ja, of was ik daar eigenlijk niet? Heb ik het misschien gedaan? Ik heb het altijd met al die kleurtjes, onthouden. Ik zag geel daar en rood daar. Ik probeerde er ook echt heel erg op te letten. Ja, ik vind het echt moeilijk. Het is ook echt heel moeilijk. Wil je het nog een keer? Ja. 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 Yes, let's do it. Oké, dan zet ik hem weer aan. Nou wil ik niet meer imposter zijn. Marius, hoe is het op de chat? Hoe is het op de chat, wordt gevraagd. Ja, volgens mij wel goed. Ik zie een paar keer nu. Ik moet gaan slapen. Oh. Maar voor de rest, volgens mij vinden ze het erg vermakelijk. Vinden jullie het leuk? Denk het wel. Hier ook. Oh. Oh ja, ik was even vergeten dat je ook live was. Hi, onder die chat. Hallo, onder familie, onder die familie. Hallo. Dat is het toch? ja, zoiets. Ja. Oké, ik zet hem weer op mute. Oké, deze bewaar ik eventjes voor zometeen. Ik ga even... Hey, ik zeg wel trouwens, tap is de taken, maar tap is de platte grond, zie? Oeh, de lichten gaan uit. Oh ja, leuk. Ik zal het zometeen eventjes zeggen. Nou, blij dat jullie het leuk vinden. Normaal kletsen. Okay. Nou, voordat we gaan beginnen, er wordt gezegd in de chat. Ja, leuk. Dus mensen vinden het leuk. Oké. Yeah. Ik zag donkergroen daar vandaan komen. En nog iemand. Het was in Navigation. Oké. Dus donkergroen was er sowieso. En nog iemand, maar die andere weet ik dus niet. Waarschijnlijk Rob. Nou, wie heeft de body gekild? Ook lekker ook. Ik zat zeg idee. Maar, ik was met Kitta was ik volgens mij de weapons aan het doen samen. En toen liep ik naar beneden, naar O2 voor die leaf dingetjes. Maar het was dus in Navigation. Ja, het was in Navigation. Ja, er zijn 2 vents. Dus het zou. Ja, nee, maar er kwamen letterlijk 2 mensen uit Navigation lopen. Dus het is sowieso een team. Want ze hadden hem allebei kunnen reporten, want hij stond zeg maar in de gang. Saar, waar heb je op gefoot? Om donkergroen. Oh, gewoon omdat echt al instant. Ja. Gewoon sober. Oké, omdat ik er gewoon langs liep, volgens jou. Je kan hem niet gemist hebben, want hij was letterlijk in de gang van Navigation. Ja, en Meili was in Navigation. Ik liep niet in Navigation. Maar... Nee, wat deed je daar dan? Dus je liep er langs. Auto op 8 is niet nodig, hè? We kunnen ook nog voor zekerheid gaan kijken. Ja. Ik heb medbase scan, dus als iemand mee wilt lopen... Nee, we hebben 10. Waarom zou je geen body report als je er langs loopt? Nou, gewoon omdat ik het niet gezien heb. Oké, nou, maar je moet het skippen voor nu. Want hij stond nog in de gang. Wat? Nou! Oké, nee, ik heb nog echt geen idee. Ik was ook nog niet zo heel erg aan het opletten, want ik was bezig met chat en andere gezellige dingen. Oké, ik ga het licht fixen. Ik ga even opletten om te kijken of we een idee kunnen hebben wie het kan zijn. Wie denken jullie dat het is? Ik ben heel benieuwd.
Ik vind Meli inderdaad wel verdacht als ze daar was en dan de body niet heeft gezien. Oké, nou, we zijn hier praktisch met z'n allen. Meli komt weer als allerlaatste eraan. Oké, mooi, omdat het hier zo druk is, kan ik mooi even mijn taakjes hier doen. Ik heb er maar één vandaag hier. Dat is lekker rustig. Ik ga hier snel weg. Nou, ik heb deze trash, die bewaar ik steeds, omdat ik dacht van ja, het is visual. Maar ik heb zelf natuurlijk de visual taken uitgezet, dus dat is een beetje dom. Dat doe ik eigenlijk normaal nooit. Dus hier kan ik normaal altijd aan laten zien dat ik safe ben. Maar ik heb geen medbase scan. Nee, ik heb helemaal niks. Oké, ik zie hier Matthijs. Die staat wel een beetje eng te dwalen. Waarom gaat hij niet hier naartoe? Dus ik ga Matthijs ook even in de gaten houden. Blaadjes. Weg, 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 weg. Snel, voordat Matthijs komt. Ik vertrouw Matthijs niet. Kijk, zie je? Matthijs loopt hier weer rond. Samen met Meli. Meli en Matthijs. Oké, ik denk dat het Meli en Matthijs zijn met z'n tweeën. Ze lopen weer de hele tijd bij Navigation. Als nu één van de twee dood is, dan weten we ook genoeg. Ik zie Adinda hier. In dezelfde gang. Meli. Meli. Ja, het is sowieso Meli. Ja, sowieso Meli, want Meli liet ik achter met Matthijs. Ik zag letterlijk, ik zag een kill maken en ik liep weg. En ik dacht, oh wacht, ik moet het rapporten. Dus ik wilde weer teruglopen. Jullie moeten niet... Die gebeurde rechts ja, ik voor mijn zag Meli, en het was Meli met Matthijs achter. En één seconde later was Matthijs ineens dood. Dus het is sowieso Meli, denk ik. Het is sowieso ja. Meli. Oké, okay, dan is het Meli. Saltare. Even, wie was er bij mij? Wie liep er bij mij mee? Jawel, hè? Ja, ik zag er letterlijk iemand doodmaken. En ik dacht, oh nee, de moordenaar. Dus ik rende weg. Maar toen dacht ik van, oh, ze kan helemaal niet meer doodmaken. Dus ik wilde terugrennen om het te reporten. Maar toen liep jij er al heen. Ik was stuk. Het was het is wel jammer dat we het nu niet kunnen zien. Maar volgens mij moet ze het wel zijn. Het is Kitta, jongens. Kitta? Moeten we Adinda in de gaten houden? Oké, okay, nou, als Dion het zegt. Ik ga dood, jongens. Wat ben ik hier aan het doen? Ik kan wel in mijn eentje, in het donker, Adinda gaan volgen om te kijken of zij het is. Maar dan ga ik natuurlijk hartstikke dood. Dat lijkt me niet een heel goed idee. Oké, okay, Dionne heeft het licht gefixt. Dus ik heb het idee dat Dionne wel oké is. Oh. Ja? What up? What up? Iemand zegt net dat ze letterlijk iemand dood hebben zien maken in hun face. Oh, ja, Kitta. Ja, dat was Kitta. Ik zei het de hele tijd, maar niemand luisterde. Oh, sorry. Ja, nee, ik hoorde het wel, dus ik denk laten we dat even op de tafel gooien. Ja, ik zou Kitta eruit stemmen, want ik zag haar letterlijk iemand voor mijn neus killen. Ja, we gooien Kitta eruit en als we dan niet gewonnen hebben, dan gooien we Dionne eruit. Ja, is goed. Goed plan. Ik stem alvast op Dionne. Smart. Ik stem alvast op Dionne. Oké, okay, we gaan het zien. Spannend. Oeh. Nou, sorry gewoon... Adinda, maar echt, what the fuck, jongen. Ik ben zo boos. Echt alles We hebben het, hè? Yay! Goed gedaan, Dionne. Zie je wel, dat je het goed kan. Dionne, je liep gewoon langs mijn Het is ook niet de bedoeling. Ja, ik weet het. Terwijl we niet in de chatfunctie zitten. Maar liep jij bij die eerste kill mee? Oh. Hè? Lijkt toen die eerste kill werd gemaakt. In nou, die... ik liep door, want ik wilde niet zelf ja, dood. Ja, ik snapte niet dat Meli jou niet had vermoord daar. Ik was heen en toen dacht ik, ja kut, ik kom er niet meer bij haar. En toen had ze het al gereport. Dat ik, ja, dat is lekker kut. Nu ga ik door weg. Nog één. Je zit er helemaal lekker in, hè? Je hebt het in één keer helemaal door. Ik wist 100% zeker dat jij het was, maar ik had niet op je gestemd, omdat ik wist dat je heel graag een imposter wilde zijn. Oh, dat is lief. Nee. Ik wist dat 100% zeker toen ze omdraaiden om achter me aan te komen. Ja. Dit staat er al iets te lang. Ja, en ik dacht van, ik ga Sarah niet vermoorden, want dan is het helemaal duidelijk. Dus ik wilde eigenlijk een beetje een soort goody two-shoes, zeg maar, spelen. Even voor een rondje of zo. Maar ik dacht, ja... Anders redden we het ook niet, maar goed, van jij. Nou, we starten hem gewoon nog een keer. Misschien weet je nu wel wil je Goody Two Shoes zijn? Ja, om gewoon niet gelijk onmaskerd te worden, maar ik was in principe al onmaskerd. Maar goed, anyway, maakt niet uit, ik ben al gekoeld. Oh. Ja. Nou, misschien word je hem weer. Wil je nog een keer? Ik verlaat het potje, ik verlaat de game. Oh.
Okay. Oh, maar het was heel erg leuk. Oh, was gezellig. Ja, was superleuk. Doei, en we waren een goed team vanavond. Ja, het was een goed team. Was leuk, dankjewel. En bedankt voor het haasten. Nou, veel plezier nog. Oh, dank je. Fijne avond. Doei, Sarah. Doei. Doeg. Oké. Okay. Mijn Siri ging in één keer af. Ik snapte niet meer. Nou, veel plezier nog. Doeg. Hey, Dionne, wat zei je nou net over wat je wilde spelen? Phasmophobia. Ja. Wat is dat? Oh, mijn lord. Nee. Het is een horrorspel. Ik hoor heel veel. Het is een horrorspel. Ik heb het. Het is een horrorspel. Nee, ik moet heel even plassen, sorry. Oh, ga jij even plassen? Dan gaat Dionne even uitleggen. Ik heb phasmophobia niet, maar ik wil het vet graag proberen. Het is heel leuk. Heel vet. Oh, het is een hele andere game überhaupt. Maar het kan maar met 4 personen, toch? Ja. Het kan met 4, ja. Oh, oké. Maar gaan jullie het zo spelen? Ik weet niet wie in is. Ja, ik heb het nog nooit gespeeld. Ik heb het niet en ik ben bang dat ik nachtmerries krijg. Ik ben ook niet zo'n held met enge spelletjes. Als er wordt gepland om dat te spelen, dan moet ik het maar nu kopen, downloaden en dan kunnen we het met 20 spelen. Ja, same. Kunnen we het voor de volgende keer dan doen. Dan houden we die op de planning. Dat is wel een goed idee. Het is wel echt heel vet. Okay, ja, ik wil het sowieso spelen. Maar ik heb niemand om mee te spelen. Dus als het een keer gepland kan worden. Ja. Oh, nou, we houden dit groepje gewoon. Dan gaan we dat volgende keer gewoon plannen. Gaan we gewoon kijken of we het ook leuk vinden. Want ik heb geen idee. Ik kan wel zeggen, we gaan het plannen. Misschien vind ik het zelf ook doodeng. I don't know. In het begin waarschijnlijk wel. Maar je wordt er steeds makkelijker in. Ik vind het meevallen. Okay. Ik ook. Oké, nou, ik ga er naar kijken dan. Ik ben heel benieuwd. Ja. Maar willen jullie nog een potje doen? Ik vind My Little Pony al eng. Oh. Ja. Nou, ik heb het wel met mijn zombiespellen. Dat vind ik wel altijd eng. Het is niet super eng. Maar zolang je zaklamp niet begint. Ja. Ik ben wel een paar keer flink geschrokken hoor. Ja, is er nu iemand die hem al heeft? Ja. Nee. Ik ben er nu aan het kopen. We kunnen ook met z'n tweeën spelen. Kan ook. Hoe groot is het? Want ik weet het nu eens, maar ik ga het nu kopen, downloaden. Volgens mij niet zo groot. Ik was echt heel snel. Mee. Ja, ik kan ook zeggen dat ik snel was, maar ja, internetkabel. Dan gaat het al snel. Ja, ik heb ook wel goed internet hier. Ja. Oké, terug. Oh, ik zeg wel leuk dat ik hem heb, maar ik moet hem updaten. Oh, that's me all the time. Geef dan de update. Oké, okay, nou. Wat gaan we nu doen? Ja, we doen nog één potje. Dan ga ik daarna de stream afsluiten. Sorry. Ja, en dan kunnen we daarna maar switchen hoe we willen. Ja, kunnen we daarna kijken of we een andere game nog willen gaan doen. Goed plan? Kunnen we met z'n achter nog met 2 imposters? Is dat nog te doen? Voor de imposters zeker. Ja, voor de imposters is dat helemaal. Maar anders moet ik even kijken of ik er iemand bij kan regelen. Ja, maar met 1 imposter is niet te doen voor de imposters. Nee, dat is moeilijk. En wij klikken ook heel erg bij elkaar. Je kan wel echt wat minder tasks doen. Of dat gewoon... Ja, zou ik dat doen? Nog minder tasks? Ja. Gewoon na de task, ja, common task eraf dan misschien. Ja, en dan doe ik de long task wel 1. Ja. Oké, doe dat dan. Ja, is dat oké? Ik heb geen idee. We doen het gewoon, joh. Wij kunnen dit. Wij zijn vet goed nu in dit spel. Kom, wij kunnen dit. Succes! We zijn professional. Ja, we zijn echt pro-stream gamers nu, toch? Ja, joh. Ja. Pro-stream gamers! Phasmophobia was dat wel, hè? Ja. Volgens mij is dat ook in VR. Oh. En dat schijnt ook een eng spel te zijn. Ja. Altijd met Fubuki ga ik samen hier naartoe. Wij zijn altijd de admin swipe mensen die dat... Wie heeft er nog meer moeite met die kaart? Ik heb altijd moeite met die kaart. Ik ben te spastisch voor dit spel, denk ik. Maar goed, Jesse en ik hebben altijd hetzelfde begin. We beginnen altijd allebei bij admin, allebei daarna hier naartoe. Ik heb wel het idee dat Rob ook een beetje dezelfde taakjes aan het doen is als ik. Oké, maar we hebben 2 imposters. Ik ben er niet. Ik heb wel een scan, zie ik. Dus die ga ik zo meteen eens even laten zien. Maar het is voor de imposters wel heel makkelijk nu om te winnen. Want er zijn niet met zoveel. Dus als ze 2 keer een dubbelkill maken, zeg ik dat goed? Dan hebben ze al gewonnen. Dionne, die staat hier weer. Again. Ik ga even... Oh, ze gaat wel weg. Ah, het is hier te druk. Ah, joh.
Ik moet hier download data doen, jongens, en ik hou niet van download data. Rob? Wat doe je daar? Rob is weg. Oké, ik ga download data doen. Nee, Jessie loopt eronder. Niet doodgaan. Nee, er komt iemand achter me aan. Oeh. Oké. Matthijs loopt gewoon voorbij. We gaan naar beneden. Ik vind die download data echt altijd niet leuk. Maar goed, we gaan het doen. Ja, het duurt zo lang. Het duurt heel lang. En je ziet ook niks. Nee. Ik ga ook heel vaak dood als ik dit aan het doen ben. Dus ik bewaar het eigenlijk altijd dat ik spook ben. Want dan ben ik toch al dood. Oké, nou, ik heb nog een fixed wiring hier zo. En dan heb ik nog een... Wat heb ik in communications? Moet ik nog... Oh, die is volgens mij heel klein. En die scan, die ga ik mooi even bewaren voor zometeen. Ik heb het idee dat... Oh, ik wilde net zeggen dat ze niet zo heel actief zijn met killen nog. Ik schrok, ik dacht dat ik werd gekilled. Kitta kwam ineens op me af en ik dacht... Wow. Maar nee, ik was op weg naar admin. Ik weet wie de imposter is dan nu. Zo? Oh. Ik kwam tegelijkertijd met Meli aanlopen bij Reactor. Ik ging security in. Zij ging Reactor in. Ik ging op de camera's. En in die hele tijd is ze er niet uitgegaan. En Rob zit er nu in en Fubuki is daar dood. Ja, oké. Okay, dus Rob zag sowieso Meli erin lopen. Ja. Scan mij er maar uit. Ik vind het helemaal prima, joh. Oh. En ik ben al klaar met mijn test. Dus... Ja, ik... Nou, succes, andere imposter. Het wordt me niet echt gegund vandaag. Oh, Meli is het dus. Zielig. Helemaal plat. Sad. Oh, het spel kan ook echt het bloed onder je nagels vandaan. Ja. Maar ik vind deze map ook echt zo frustrerend. Ik vind de polis leuker, omdat je meer vrijheid hebt als je imposter bent. Maar ik vind Mira leuk, de polis puur door de fans. Ik snap de rest niet. Nee, ja, ik had ook zoiets van, ik denk, deze kennen we in ieder geval allemaal. Gaan we die voor een volgende keer wel een keer doen, als iemand het leuk vindt. Gaan we die andere map spelen. Ik ben even mute, hè? Oh, ja, mute. Ik was dan vergeten. Ik lekker kletsen. Oh, zijn alweer klaar. Oké, wie is die andere imposter? Ik heb scan. Wie wil mij zien? Ik heb scan. Ik denk dat de taken erop gedaan zijn. Ja, want we hebben de taak even wat minder gezet. Ik vertrouw hem niet. Ik vertrouw niemand. Atinda. Ja, dit is een heel klein taakje, geloof ik. Kijk, die vind ik niet zo erg. Ah! Oh. Sowieso een beetje safe als ik gewoon bij ze blijf, want er is nu nog maar één imposter. Dus dat zou kunnen zijn dat het Adinda is. Adinda staat er wel een beetje eng naar me te kijken. Adinda, waarom stond je stil en gaat in één keer die O2-dinges af? Kijk, dan gaat ze mezelf uitzetten, want dat doe ik ook altijd als ik imposter ben. Dat wist ik eerst niet, totdat Jamila mij toen daarmee had misleid. En ik echt dacht dat zij geen imposter was. Hebben jullie deze nou gedaan? Ja, oké. Ik hou Adinda in de gaten. Oké, ik heb submit scan. Loop met me mee. Loop met me mee naar Mappy. Waarom? Nee, niet jij. Niet jij gaat met me mee. Dionne, wil je met me mee? Hallo jongens, ik heb Mappy scan. Wie wilde met me mee? Niemand. Wie wilde met me mee? Kom. Hallo. Kom. En dan blijkt dat het de laatste task Hallo. Is die jullie nog moeten doen. Ja. En zit jij het spel te houden? Ja, kom met me mee. Ik heb met mijn skin. Kom mee. Kom. Waarom komen jullie niet? Kom met me mee. Ze vinden me waarschijnlijk mega verdacht. Kom mee. Kijk. Hey. Nee. Dionne. Kom mee. En dan is Dionne het, weet je wel. Ga ik nu dood? Kijk. Ik heb skin. Oh. Rob, waarom sta jij zo veel stil? Waarom ik sta letterlijk met me mee? Expres voor jouw camera, zodat jij kan zien dat ik het niet ben. Ja. Ik wil de Mapbase scan even laten zien aan Rob en aan Onedie. Ik gewoon wachten, want mijn tasks zijn al klaar. Ja. Je moet nog tasks doen. Ik heb nog eentje met Mapbase scan, maar niemand wilde kijken. Nee, maar we hoeven niet te kijken, want we kunnen het toch niet zien. Oh ja, dat is ook waar.
Ze willen het niet zien. Niemand wil... Oké, dan... Ik moet nog map-based scan doen. Zal ik die maar snel doen? Chick, als jij nog een task moet doen, waarom loop je dan zo onnuttige rondjes? Want je staat helemaal niks te doen. Ja, omdat ik wilde dat jullie met me meekwamen om te kijken bij map-based scan. Maar blijkbaar is dat ook visual, dus dat kan niet. Ja, oké. Dus daarom... Ik ga... Nou, nee. Ik ga nog wel even mijn map-based scan doen en dan ben ik klaar. Dit is net zo zus dat jij zegt... Ja, maar ik durf niet zomaar in electrical te gaan. Dus ik wacht altijd even. Ja, oké, dat was zus. Maar dit niet, want ik ben... Ja. Dit is het laatste ding wat ik moet doen, dan ben ik klaar. Hoe ver is die taakbalk nu? Ja, loop maar met me mee naar map B. Zijn we dan klaar? Is dat de laatste taak? Het wordt een stekje. Nee, niet op mij stemmen. Ik ben het echt niet. Ik zweer het. Ik ben safe. Gaat ze nou op mij zitten stemmen? Omdat ik... Ja, je liep zo over de dag rondjes, maar ik wil dat je met me meegaat. Ik snap het wel. Nee. Ik ga me met B scannen. Kijk, maar dat is inderdaad echt de laatste. Oh, ik spuug er helemaal van. Ik ga dit snel doen hoor. Ze zoeken het maar uit met die O2. Ik ga me met B scan doen. Ik zei het wat jij spel ophield. En dan heb ik hem gehaald. Ik hou het spel weer. Maar dat is leuk, want ik wil niet dat het stopt. Het was inderdaad de laatste. Wie was het? Het was zo moeilijk. Wie waren de imposters? Sorry, Jamila. Nee, maar daar was het. Jamila, was het? Ik heb letterlijk niemand gekilled, want iedereen die zat in tweetjes. Oh ja, dat is wel heel moeilijk. Ik heb de hele tijd alleen gelopen. Oh, ik was ook heel killen. Ik stond gewoon in de camera als ik naar het kijken was. Nou, ik wilde dus zeg maar Adinda killen bij security. Alleen toen stond Rob er en ik ging naar via de vent. En nou, het lukte allemaal maar niet. Maar goed. Good game. Good game. Nou, je hebt wel goed gedaan hoor. Maar inderdaad, die map-based scan van mij was gewoon echt de laatste taak die nog gedaan was. Ja. Super dom. Oké, nou, ik was heel lief gewoon. Ik zat de hele tijd, kom met me mee. Kom met me mee. En dan willen jullie me er bijna uitstemmen. Nee, ik ben oké. Ja, aan de ene kant is dat... Het maakte ook een soort van niet uit. Want als jij dan een geestje was geworden, had je zo de taak afgemaakt. En ja, true. Het dat was al verloren zaak, dus ik had het niet eens... Ik ging het proberen. Het is echt veel te moeilijk als je nog maar met z'n achter bent. Daarom moet je het ook eigenlijk altijd met z'n tienen spelen. Oké, nou, ik ga in ieder geval nu gewoon lekker alles afsluiten hier. Yes. Ik moet nog even wat vragen aan Dionne. Of je dat spel in VR hebt. Dat kan, ja. Dat kan, ja, zegt ze. Oh, okay. Dat is super vet. Het hoeft niet. Ja. En super eng. Rick die zit hier naast me. Ik denk dat ik echt gewoon 20 kleuren schrijf. Wij hebben hier een VR-bril liggen. Dus Rick die zit dan een klein beetje zo van... ga ik het doen? Ja, ga ik het niet doen? Dat zou ik ook echt doen. Het is heel handig als je iemand met VR erin hebt zitten. Een vriend van mij heeft het gedaan. Als je gewoon twee zaklampen op zijn off-hand zet, dan werken ze nog steeds. Hij zegt dat het is heel handig als je iemand erin hebt zitten die ook met de VR speelt. Want als je dan twee zaklampen erop zet, dan? Dan, ze staan aan, dus ze worden gewoon gebruikt. En je hebt eigenlijk vier handen. Oké, nou, dat is heel handig. Bless you. Dat is heel handig, conclusie van het verhaal. Oké, nou, ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het meedoen. Jamila, Dionne, Meli, Rob, Jesse, Adinda. En natuurlijk degenen die allemaal weg waren. Ja, het was heel gezellig. Misschien kunnen we het nog een keertje doen met z'n allen. Jammer van je video. Ik hoop dat de stream bij Onne die wel is gelukt. Is dat goed? Ja, hartstikke goed. We hebben veel kijkers ook. Dus gezellig. Nou, doei allemaal, alle Onnedie-kijkers. Was gezellig. Doei. Ja. Gingen we nog Phasmophobia doen? Ja, heel graag. Ja, ik join jullie. Ik moet nog 3 minuten wachten, dan is mijn download klaar. Oh, top. Ik ga eens even kijken of ik het wat vind. Nice. Maar als ik het meteen in VR moet spelen, een eng spel, dan weet ik niet of ik daar meteen op zit te wachten, niet hoor. Het meteen in VR. je kent mijn man nog niet, hè? Het wordt wel aangeraden meteen VR. Het wordt wel aangeraden in VR. Oké, nou, ik ga eens even opzoeken. Maar dat is meer voor ons plezier. Ik zou dat wel vet vinden om te doen, hè? En dan ga ik dat zitten streamen, cool. Zeker. Zien we de hele tijd met zo'n bril op. Hey, Dolly. Vet gezellig. Gezellig. Hoef ik in ieder geval niet met make-up te doen. Dat scheelt dan wel weer. Dat zie je toch niet? Nee, jongens, ik ga nu niet stoppen met streamen. Ik ga nu vast mijn Ja, ja ik ga even deze Discord uitzetten. Dus jullie zitten dan niet meer in de stream. Dus dan hoor Oh nee, er werd gevraagd vanaf mijn kijkers. Ja,
ik snap het. Oké, nou bye allemaal. Doei. 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 Yeah. Oké, nou dan horen jullie nu mij alleen nog. Dat was dan het einde. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jeetje, ik doe deze even af. Want die heb ik nu niet meer nodig. Nee. Oeh, zo. Nou, dat was mijn avondje. Nou, het ging op zich nog best wel oké als imposter zijn. Het viel me mee. Ik vind dat heel spannend. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden om het mee te kijken. Het ging best goed voor de eerste keer game streamen. Ja, zoals ja, ik had gezien. Vond het heel leuk. Het zag er leuk uit. Dus misschien kunnen we het wel vaker doen. Het was goed te volgen. We hebben nu ook een goede setup, dat je alles een beetje kan zien. Ik zou alleen denk ik deze... volgende keer aan de andere kant zetten. De popjes beter kan zien. Ja, ja. Dan doen we dat voor de volgende keer. Oh, was super leuk. Ik heb echt de hele tijd gekeken. Nou, wat leuk. Nee! Oh, jij vond het niet leuk? Nou, dan moet je niet meer kijken. Of nee, niet stoppen. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb niet zo heel veel van de chat meegekregen. Ik heb wel af en toe tijdens het spel wat gekeken, maar... Ik heb in de chat gezeten. Oh, dus lief. Ik zag je wel een beetje voorbij komen. Maar ik denk, als ik te veel nu met de chat bezig ga zijn, ga ik helemaal niet meer opletten. En dan zit ik echt de hele tijd... waar was jij? Wat was je aan het doen? En dan ben ik er echt non-stop uit. Dat was ook niet leuk geweest. Maar het ging op zich verrassend goed. Het was wel leuk zo. Zo met elkaar. Dus, nou, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik ga in ieder geval nu de stream afsluiten. Want ik moet blijkbaar naar een andere game kijken. Die we gaan spelen. Een eng spel, hoor ik net. Dus ik ben benieuwd of dat wat voor me is. Oké, nou, thanks allemaal voor het kijken. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei! Doei!